Middag, welkom bij Dicar Motorhomes in Geel. Ik ben Sophie, verantwoordelijke voor de verhuurafdeling en ga jullie aan de hand van deze opname de nodige praktische uitleg geven over het gebruik van de motorhome, zodat jullie met een veilig en gerust gevoel aan jullie motorhome-avontuur kunnen gaan starten. Wanneer jullie de motorhome komen ophalen hier bij ons in Geel, gaan we eerst en vooral een klein gedeelte administratie in orde brengen. Zorg ervoor, als jullie de motorhome komen ophalen, dat je zeker je paspoort en rijbewijs bij de hand hebt, want daar zullen we een kopie van nemen naar de verzekering toe. Minimumleeftijd om te huren bij ons en om te mogen rijden is 25 jaar. Na het nemen van deze kopies gaan we ook de waarborg regelen. U heeft 3 mogelijkheden om de waarborg te betalen. U kan dit doen cash en dan betalen we hem cash aan u terug wanneer u terugkomt. Het kan met bankcontact en dan gaan we het nadien overmaken op uw rekening. Of u kan dit ook doen met een creditcard, Visa of Master. Dan wordt de 1000 euro geblokkeerd of gereserveerd op jullie rekening en gaan we deze terug vrijmaken als jullie de motorhome terug inleveren. Let wel op, met de creditcard kan dit alleen wanneer u maximum 2 weken bij ons huurt. Nu dit is geregeld, wil ik heel graag met jullie even bespreken hoe we de motorhome terug verwachten. We spreken het juiste uur af en we spreken ook eventjes af hoe hij terug binnenkomt. Eerst en vooral gepoetst. Gepoetst wil zeggen van binnen en van buiten. Klaar om met de volgende klant terug op reis te vertrekken. Dit mag niet in de car wash voor de buitenzijde. De beste manier is een wasborstel op de tuinslang en op deze manier de motorhome reinigen. U kan hem ook hier laten poetsen, hoeft u niet op voorhand te beslissen. Kan gewoon op het ogenblik dat jullie hem inleveren hier bij ons. 75 euro binnen, 75 euro buiten. De buitenzijde van de motorhome mag niet worden gepoetst in de car wash. Hoe kan dit wel? Met de spons of met een wasborstel op de tuinslang. Perfecte manier. U kan ook beslissen om de motorhome hier te laten poetsen. 75 euro binnen, 75 euro buiten. Hoeft u niet vooraf te beslissen, dat zien we op het ogenblik dat jullie hem terug inleveren. Wat we echt wel vragen om zelf te doen, is de toiletcassette leeg in te leveren. Geen product of water, gewoon volledig leeg. De vuilwatertank leeg en de dieseltank vol. Die krijgt u vol mee, heel graag vol terug inleveren. Op gebied van kilometers staat op uw huurovereenkomst vermeld hoeveel kilometers er zijn inbegrepen in de huurprijs. Stel dat u extra kilometers maakt, wordt er 20 cent per kilometer aangerekend en dit wordt verrekend met de waarborg. Heeft u schade opgelopen tijdens uw reis, dan is er een eigen risico van 1000 euro per schadedossier. Ook dit wordt met de waarborg verrekend bij terugkomst. Heeft u schade onderweg, laat het dan zeker al even weten tijdens uw reis, zodat we het nodige kunnen ondernemen tegen jullie terugkomst naar de volgende klanten toe, zodat zij met een herstelde motorhome op stap kunnen gaan. Natuurlijk hebben jullie ook de nodige documenten en informatie nodig. Daarom krijgen jullie bij vertrek ook deze witte map. Elke map is specifiek voor 1 motorhome, vandaar dat natuurlijk ook de nummerplaat en het type van de motorhome hierop vermeld staat. In deze map vinden we dus alle nodige documenten en kleine handleidingen terug. In de witte map vindt u eerst en vooral een klein mapje. En dit mapje is zeer belangrijk, want hierin bevinden zich de boorddocumenten van de wagen en de nodige telefoonnummers. Helemaal vooraan in het mapje vinden we eerst en vooral onze folder van de verhuur. Hier vindt u ons mailadres en telefoonnummer. Eender welke vraag, eender welke twijfel, u mag altijd een mailtje sturen of bellen. Geraakt uw telefonisch niet binnen, stuur mij een mail, zeker van maandag tot vrijdag, zodat we zo snel mogelijk met u contact kunnen opnemen om u verder te helpen. Langs de andere kant van het foldertje bevinden zich dan de boorddocumenten van de wagen. Stel dat u controle krijgt onderweg, haalt u dit pakketje eruit en ze hebben alle documenten die ze u kunnen vragen. In het volgende mapje vindt u dan het telefoonnummer van de assistance, de pechverhelping. In dit geval van Ford. Andere mapjes hebben het telefoonnummer van de pechverhelping van Fiat. Zij werken 24 uur op 24, 7 op 7. U mag de assistance contacteren wanneer u problemen heeft met motor,
of banden. Dus ook platte band valt onder de pechverhelping. Zij zullen u vragen waar u zich bevindt en wat het probleem juist is en nemen dan van hieruit contact op met de persoon bij u in de buurt om u ter plaatse komen verder te helpen. Dus dit in geval van pech. Nog een vaartje verder vinden we de parkeerschijf. Als u de parkeerschijf ergens nodig heeft, heeft u ze steeds bij de hand. De andere zijde van dit flapje vindt u dan het stickertje van Carglass. Stel, u heeft steenslag in de voorste ruit, een klein sterretje of een heel klein barstje, dan kan u dit stickertje gebruiken, het rondje dat er zich in bevindt, om langs de buitenzijde van het raam op het sterretje te kleven. Dit gaat voorkomen dat er vuil of vocht kan indringen en gaat de herstelling nadien veel makkelijker maken. Vergeet zeker niet te melden als je terugkomt dat je een sterretje hebt. Dit is gedekt door de verzekering, dus zit daar absoluut niets mee in. Het laatste wat we gaan terugvinden in dit mapje, en hopelijk heeft u dat niet nodig, het Europese aanrijdingsformulier. Stel, u heeft een aanrijding en er zijn derden betrokken, een ander voertuig. Is het zeer belangrijk dat je het aanrijdingsformulier correct gaat invullen. Let erop, bovenaan moet u de verzekeringsnemer invullen en dat is DICAR. Die gegevens vindt u op het verzekeringsdocument in dit mapje. Een beetje lager moet u dan de chauffeur invullen en dat gaat dan een van jullie zijn. Beide partijen moeten ook het aanrijdingsformulier ondertekenen om een geldig document te hebben. Dan zijn er twee mogelijke situaties. Situatie 1, de schade is beperkt na een ongeval. Wat wil dat zeggen? U kan de reis rijdend verder zetten. Verwittig dan ons al even, telefonisch of via mail als het telefonisch niet kan, zodat wij al op de hoogte zijn en van hieruit het nodige kunnen ondernemen. Scenario 2. De schade is zo groot dat u niet meer rijdend kan verder reizen. Dan moet u ons verwittigen, al is het de volgende ochtend, maar eerst en vooral de verzekeringsmaatschappij. Dus de verzekeringsmaatschappij contacteert u alleen maar wanneer u niet verder kan rijden na een ongeval. Ook zij zijn 24 op 24, 7 op 7 bereikbaar. Wat vinden we verder in deze witte map? Eerst en vooral de handleiding van de Ford of de Fiat. Ford, Fiat. Avondlectuur voor als u 's avonds niet weet wat te doen. Nee, stel er gaat een lampje branden in je dashboard en wij zijn niet bereikbaar, kan je in deze handleidingen toch al eventjes gaan nakijken wat het brandende lampje in je dashboard eventueel zou betekenen. Dan zit er ook een set in met reservezekeringetjes. Dit zijn zekeringen voor het woongedeelte van de motorhome. Stel, er springt een zekeringetje, dan heeft u er enkele bij de hand. U belt eventjes en wij begeleiden u in het gebruik ervan. Er zijn twee gouden tips om deze zekeringen niet nodig te hebben. De eerste tip heeft te maken met het aansluiten van apparaten. In de motorhome vindt u een aantal laadpunten. 12 volt laadpunten, USB laadpunten en gewone stopcontacten. Op één laadpunt altijd maar één toestel aansluiten. Werk niet met splitters, werk niet met een verlengdoos waar je meerdere stopcontacten kan insteken. Eén toestel per laadpunt en dan heb je deze niet nodig. De tweede tip heeft te maken met motorhomes die een elektrisch hefbed hebben boven de eethoek. Als je het elektrisch hefbed 's avonds naar beneden laat, leg je het beddengoed erop, de kussens en de dekens. Heel belangrijk, als je het 's morgens terug gaat opbergen naar het plafond, verwijder dan zeker en vast de deken en de kussens. Het deken en de kussens gaan anders voor een weerstand zorgen. Het bed wil naar zijn hoogste punt, de weerstand zorgt dan eventueel voor het springen van een zekering. Dus eventjes wegnemen voor je het bed 's morgens gaat opbergen. De zekeringen. Dan vindt u ook de handleiding van verwarming en warm water. Dit is voor de motorhomes die zijn uitgerust met het digitale Truma-paneel. De Glemmis-modellen hebben deze handleiding niet nodig en dus ook niet bij zich. Waarom geven we deze handleiding mee? Stel, u krijgt een foutmelding op uw verwarming- en warmwaterpaneel op de Truma en wij zijn niet geopend, dan kan u achteraan in de handleiding de code van de fout terugvinden met de mogelijke oorzaak en ook de mogelijke oplossing, want dat is natuurlijk belangrijk.
tijdens onze openingsuren. Laat ze voor wat het is en doe gewoon een telefoontje. Dan gaan we er jouw telefonisch doorheen praten. Maar de handleiding zit erbij. Wat zit er ook in? Jullie krijgen nu heel deze uitleg op film, maar jullie krijgen daarnaast ook ons Dicar draaiboek mee. In dit draaiboek staat nog eens alles uitgelegd met prentjes en uitleg. Dus moest je echt twijfelen, moest je niet kunnen teruggrijpen naar deze film, kan je altijd eventjes gaan terugkijken in ons Dicar draaiboek. Het laatste wat je in de witte map terugvindt is onze top 10 van tips. Een top 10 voor een zorgeloze reis met een motorhome. En de eerste tip is de allerbelangrijkste. Vertrek met een goed humeur ontspannen op vakantie. Kruip niet met stress achter het stuur, want stress achter het stuur verhoogt natuurlijk de kans op ongevallen. Neem je tijd. Je bent met vakantie. Je hoeft nergens niet te zijn op een bepaald uur. Dat is de vrijheid van de motorhome. Neem je tijd wanneer je op de autostrade rijdt. Met de motorhome op de autostrade rond de 100, 100, 110. Ideaal naar het rijcomfort en ook naar het dieselverbruik. Heeft u een van gehuurd, onze Malibu van, dan kan u natuurlijk perfect 120 of 130 rijden, naar gelang wat er aangegeven staat dat er wettelijk is toegestaan. Neem ook je tijd bij het achteruitrijden, parkeren en manoeuvres op een parking. Jullie zijn sowieso met minimum 2 op stap. Dus neem de tijd om de co-piloot even laten uit te stappen, om achteraan de situatie goed te bekijken. Overhangende takken, betonblokken. Bekijk het, zet je radio zacht, doe het raam open en communiceer. Heel belangrijk als je samen op reis bent, communiceren om alles vlot te laten verlopen. De tweede tip, diesel. Eerst en vooral, als je gaat tanken, zorg altijd dat je de juiste pomp kiest. Al onze huurmotorhomes zijn dieselmotorhomes. Let erop als je in het buitenland bent, dat de benaming natuurlijk anders kan zijn. In Frankrijk bijvoorbeeld gasoil. Naast het kiezen van de juiste pomp, zeker even belangrijk, het kiezen van het juiste gat. Vlak naast de bestuurdersdeur, bij elke motorhome, vind je altijd eerst de dieseltank. U moet dan het klepje open doen en dan vindt u een zwarte dop met het woordje diesel op. Bij de Fiat motorhomes heeft u dan ook de sleutel van de Fiat, van het rijgedeelte, nodig om deze dieseldop kunnen los te maken. Bij Ford is het gewoon nodig dat de deur van de passagier open staat om het klepje kunnen open te maken. Vergeet dit natuurlijk niet te sluiten voor u de deur sluit. Eerste gat, diesel. Opgelet, een beetje verder of aan de andere kant van de motorhome vindt u een tweede gat. Niet met een zwarte dop, maar met een blauwe dop. En blauw slaat op water. Dubbelcheck altijd even als je diesel of water vult, dat je de juiste vloeistof in het juiste gat vult. Bij het vullen van het water neem ook altijd drinkbaar water. Daarom hoef je er niet van te drinken, is ook niet aan te raden. Maar je kan er je tanden mee poetsen, mee koken, dus vandaar zeker drinkbaar water nemen. De watertank hoort bij het woongedeelte, dus hiervoor heb je de woonsleutel nodig om de dop van de watertank kunnen los te maken. Je motorhome is natuurlijk geen gewone personenwagen. Heeft u nog nooit met iets groter gereden dan een personenwagen, is het natuurlijk eventjes aanpassen. Houd altijd rekening met de afmetingen van de motorhome. Eerst en vooral de hoogte. Voor alle motorhomes van Souverain Karat of de integrale Nevis en ook onze vans raad ik aan om als hoogte 3 meter in gedachten te houden. Alle bruggetjes, tunnels en nadars boven parkings die aangegeven staan dat onder de 3 meter zouden zijn, niet proberen. Het is niet fijn als jullie vastzitten of als jullie met een cabrio terug naar huis komen. Dus 3 meter. Voor de Glamis motorhomes, Glamis 22, Glamis 23 en Glamis 26, moet u 3 meter 20 in gedachten houden. Dus 3 meter voor alle andere, 3 meter 20 voor onze Glamis modelletjes. Qua breedte 2 meter 35, zonder spiegels. Als je een straatje inrijdt waar dat je denkt ik moet mijn spiegels inklappen,
is dat niet het beste gedacht. Van het ogenblik dat je je zijspiegels zou inklappen, heb je geen idee van wat er met de rest van je motorhome gebeurt. Een straat die aangegeven staat als smaller dan 2,35 is al helemaal geen optie natuurlijk. De lengte van de motorhome varieert een beetje. Wat is heel belangrijk om aan te denken? Het stukje achter de wielbasis achteraan steekt altijd een stukje achteruit. Dus denk eraan om de bochten een beetje ruimer door te nemen, maar vooral ook dat de poep van de motorhome een beetje uitzwengt. Dus bochten ruim en poep zwengt een beetje uit. Dat in verband met de afmetingen. Wanneer je de mogelijkheid hebt om de motorhome aan te sluiten op de 220, dus op de gewone stroom, wanneer je op een camping of een camperplaats staat, is het natuurlijk aan te raden om dat te doen. Zeker wanneer het inbegrepen is in de prijs. Wanneer u aan de stroom bent aangesloten, gaat alles wat op 220 kan werken ook automatisch op 220 werken. Bijvoorbeeld de verlichting, maar evenzeer ook de waterpomp, uw frigo. Dus het is heel voordelig. Wanneer u de motorhome niet aansluit op 220 met de kabel, is er maar één ding dat niet werkt in de motorhome en dat zijn de stopcontacten. Wat willen we daarmee zeggen? Komt er geen stroom via de kabel in de motorhome, kan je de stopcontacten in de motorhome voor bijvoorbeeld je elektrische tandenborstel of het opladen van een fototoestel niet gebruiken. Een motorhome werkt met een woonbatterij op 12 volt en produceert zelf geen 220. Ook al heeft u een model dat is uitgerust met een zonnepaneel, heb je geen 220. Ook tijdens het rijden produceert een motorhome geen 220. Dus stopcontact te gebruiken kan alleen als de stroom via de kabel binnenkomt. Wat doet dan het zonnepaneel? Het zonnepaneel gaat bij zonnig weer helpen om de woonbatterij bij te laden. Dus zorgt voor meer autonomie. Een zonnepaneel is niet voorzien op de Malibu en ook niet op de Glamis modellen. Maar elke keer wanneer je rijdt met een motorhome, wordt ook de woonbatterij bijgeladen. Sta je ergens met stroomvoorziening, worden ook je beide batterijen bijgeladen. Dus houd het in doog en laad bij wanneer het nodig is. Gas. In de motorhome zijn twee gasflessen voorzien. Op gebied van veiligheid raden wij altijd aan om de gasfles te sluiten wanneer je met de motorhome gaat rijden. Waar komt het op neer? Het allerlaatste wat je doet, vlak voor je gaat rijden, gasfles dichtdraaien. Het allereerste wat je doet als je ergens parkeert, al is het voor 20 minuutjes, gasfles opendraaien. Waarom is het van belang dat je de gas onmiddellijk opendraait voor de frigo? De frigo in de motorhome heeft drie manieren om te werken. U staat geparkeerd, u draait de gasfles open, frigo werkt op gas. Stel, u heeft ook de mogelijkheid om de stroom aan te sluiten. U zet eerst de gas open, frigo werkt op gas. U neemt rustig de tijd om de stroomkabel aan te sluiten. Van het ogenblik dat uw frigo merkt dat er stroom binnenkomt, gaat hij automatisch overschakelen op de stroom. De derde manier dat uw frigo kan werken is op de motor van het voertuig. Stel, u vertrekt op een locatie, u heeft de stroom afgekoppeld, de frigo gaat terug op gas werken. Vlak voor u vertrekt, uit veiligheid, zet u de gasfles dicht en u gaat de motor starten. Van het ogenblik dat de motor draait, gaat de frigo automatisch overschakelen op de motor. Dus drie manieren om te werken. Het enige moment waarop een frigo niet kan werken, is wanneer u met de motorhome op de ferry staat. Op de ferry moet u uit veiligheidsoverweging de gasfles dichtdraaien, mag uw motor natuurlijk niet staan draaien en kan u hem niet aan de stroom koppelen. Hou dus in gedachten, als u een lange ferry zou gaan nemen, dat de tijd dat u op de ferry staat, de frigo niet werkt. We kunnen dan ook niet gaan garanderen dat je spullen nog bevrozen zullen zijn of koud zullen zijn van het ogenblik dat u van de ferry rijdt. Maar gas dicht, vlak voor u rijdt, open van het moment dat u ergens stopt. Behalve om te tanken. Dan mag hij dicht blijven staan. Mijn volgende tip heeft te maken met de toiletcassette. Nu, de toiletcassette ga ik u volledig uitleggen op het ogenblik dat we aan de motorhome staan. Dat is het handigste wanneer je daar een duidelijk beeld van krijgt. Belangrijk wel, je krijgt van ons toiletproduct mee. Het is absoluut niet nodig om elke dag het toiletcassetje gaan leeg te maken als dat niet nodig zou zijn. Want dan giet u gewoon het toiletproduct, chemisch ding, weg. En dat is een beetje zonde.
Dan hebben we onze luifel. Al onze huurmotorhomes zijn uitgerust met een zonneluifel. En ik zeg heel specifiek zonneluifel, omdat wij vragen om deze alleen te gebruiken als zonnescherm. Dat wil zeggen, niet bij regen, niet bij wind. Als u gaat slapen of u verlaat de motorhome, u gaat op stap, zorg dat u altijd een luifel eventjes sluit. Een luifel is namelijk heel windgevoelig. Dus voor u weggaat, voor u gaat slapen, luifel indraaien en u bent altijd gerust. Stel dat er schade is aan een luifel, kunnen we deze niet herstellen. Maar wordt de luifel volledig vervangen en uw 1000 euro waarborg is letterlijk gaan vliegen. Neem gewoon die minuut tijd om de luifel eventjes dicht te doen. Vooraleer je ergens vertrekt op een locatie, eventjes een rondje doen rond de motorhome. Verdeel de taken, iemand de buitenkant, iemand de binnenkant. Aan de buitenzijde ga je eerst en vooral checken dat alle deuren goed gesloten zijn en ook vast zijn. Ook alle ramen en dakkoepels moeten gesloten zijn wanneer u gaat rijden. U gaat soms motorhomes hier rijden met koepels open. Doe dat nooit, het maakt een hels lawaai en de kans bestaat dat uw koepel gaat vliegen en dan hebt u een gat in uw dak. Naast het checken van de deuren en de ramen en de koepels is het ook belangrijk dat u niet vergeet om de stroom af te koppelen voor u ergens gaat vertrekken. En neem de kabel natuurlijk ook mee voor op uw volgende locatie. Staat u op de oprijblokken geparkeerd, iets wat we gaan uitleggen bij de motorhome zelf, vergeet niet om van deze oprijblokken terug af te rijden en ook uw oprijblokken in de garage te steken om mee te nemen voor een volgende locatie. Binnenzijde van de motorhome, eventjes een check-up dat al uw schuiven, al je kastjes vast zijn, die ramen checken. Alle deuren die kunnen bewegen vastmaken, de douchedeuren zijn geblokkeerd, alles is terug klaar voor vertrek. Gasfles even gaan dichtzetten. Eventueel passeert u even aan het loospunt voor u ergens vertrekt, zodat u het vuile water kan lozen. Misschien proper water bijvullen, toiletje leegmaken als het nodig is en u bent weer terug op route. Dan zijn we zover gekomen dat ik jullie ga meenemen naar de motorhome. Ondertussen zijn we aangekomen bij een van onze huurmotorhomes, de Souverain 479. De buitenzijde van de motorhome verschilt natuurlijk van model tot model, maar de algemene uitleg gaan we even bij dit model samen bekijken. Eerst en vooral hebben we de sleutelbos van de motorhome. Enerzijds hebben we Ford motorhomes, anderzijds hebben we Fiat motorhomes. Natuurlijk verschilt de sleutel van wagen tot wagen, dat is natuurlijk heel evident. Afhankelijk van de motorhome die je huurt, heeft u twee, zoals bij deze, of ook nog een derde sleutel. Heeft u een derde sleutel aan de sleutelbos, dan is dat een kleine ronde sleutel en die dient alleen voor de ronde slotjes van de deur van het gascompartiment waar de gasflessen zich bevinden. Heeft u zoals bij deze motorhome slechts twee sleutels en bij vele andere, dan is het ook de gasdeur mee op een van deze twee sleutels. De eerste sleutel die we hebben is de Fiat-sleutel of de Ford-sleutel. De Fiat-sleutel is de rijsleutel. Deze heb je nodig om enerzijds de motorhome te starten en bij Fiat om te tanken. Bij Ford heb je deze alleen maar nodig om te starten. Om de sleutel te kunnen gebruiken, duwt u op het bolletje en heeft u de sleutel in de hand. Wil je hem opbergen, duwt u ook weer op het bolletje om deze te sluiten. De tweede sleutel is de woonsleutel. De woonsleutel heeft u nodig voor bijna alle slotjes van het woongedeelte van de motorhome. Op de Fiat-sleutel of de Ford-sleutel zit ook een automatische vergrendeling. Let op, voor je op reis vertrekt, check even of bij uw motorhome deze automatische vergrendeling alleen werkt voor de cabinedeuren of dat zij ook werkt voor de deur van het woongedeelte. De garagedeuren, toiletcassetten enzovoort moet u altijd met de woonsleutel vergrendelen en losmaken. Wanneer u de afstandsbediening van de woonsleutel
van de rijsleutel kan gebruiken met de centrale vergrendeling voor de woondeur, moet u erop letten dat u nooit gelijktijdig duwt op de afstandsbediening en ook de hendel in de hand neemt. Eén voor één. Duwen, uitproberen, niet oké, opnieuw duwen. Heeft u geen automatische vergrendeling op de woondeur van het woongedeelte, dan moet ook de woondeur met de sleutel van het woongedeelte worden geopend. Stel dat de automatische vergrendeling niet werkt, kan u ook steeds bij elke motorhome de woondeur openmaken met de sleutel van het woongedeelte. Wanneer je de woondeur moet losmaken of wil losmaken met de woonsleutel, moet u steeds in stappen werken. U gaat eerst zo ver als u kan naar rechts en u komt altijd terug naar boven naar het midden. U haalt de sleutel eruit en de deur is los. Om te sluiten, sleutel erin, zo ver als u kan naar links, altijd weer verticaal laten komen, sleutel eruit en de deur is gesloten. Let er dus op, nooit handvat en afstandsbediening gelijktijdig gebruiken als u een automatische vergrendeling heeft. Aan de zijwand van de motorhome heeft u één of twee roosters. Dit zijn de verluchtingsroosters van de frigo en de diepvriezer. Zorg steeds dat deze roosters vrij zijn, zodat de lucht kan circuleren. Als u kan kiezen om de motorhome te plaatsen naar de schaduwkant, probeer dan de schaduwkant te voorzien aan de zijde waar ook de roosters van de frigo zijn geplaatst. Dit voor de temperatuur van de frigo op zijn best te kunnen gebruiken. Dan komen we aan het allerleukste gedeelte van de hele motorhome. Meestal worden over dit onderdeel vooraf heel duidelijke afspraken gemaakt. De wc-cassette. Boven het deurtje van de toiletcassette bevindt zich binnen de toiletpot. Wanneer u het toilet gebruikt, komt alles wat u deponeert in de toiletcassette terecht. Deze moet je natuurlijk van tijd tot tijd gaan leegmaken en terug gebruiksklaarmaken. De toiletcassette en het toilet behoren bij het woongedeelte, dus het slotje van de toiletdeur moet u openmaken met de woonsleutel. U ontgrendelt het slot, haalt de sleutel eruit en duwt beide knoppen in en opent dan de deur. Achter de deur bevindt zich de cassette. Wanneer je na het leegmaken en teruggebruiksklaarmaken de deur terug wenst te sluiten, vergeet dan zeker niet ook het slot weer vast te maken. Om de cassette eruit te halen is het heel belangrijk dat binnen in de toiletpot de zwarte afdichtklep gesloten is. Dit zullen we later in de motorhome zien. Dus de klep binnen moet dicht zijn om hier buiten de cassette er kunnen uit te halen. Dit is een veiligheid. Stel, de ene persoon denkt, ik heb even tijd, ik ga naar het toilet en opent binnen de klep, zet zich neer. Andere persoon is hier niet van op de hoogte en die denkt, ik heb eventjes tijd. Ik ga rustig de toiletcassette leegmaken. Dat is dus gelukkig niet mogelijk. Dus de klep is dicht en dan ziet u onderaan de cassette een blauwe hendel. Deze blauwe hendel beweegt u naar boven. Terwijl deze naar boven is, trekt u rustig aan de cassette, zodat u het geheel er kan uithalen. In dit geval blauw, bij sommige motorhomes geel of oranje. De kleurtjes kunnen variëren. Wanneer u de cassette heeft vrijgemaakt, kan u de hele cassette uit de motorhome halen. Op elke camping of camperplaats is een locatie voorzien waar u deze toiletcassette kan leegmaken. U loopt met de cassette of u rijdt eerst met de motorhome naar deze loosplaats toe, haalt de cassette uit de motorhome zoals we net hebben getoond en dan draait u de teut van de cassette naar voren toe. Daarna verwijdert u de dop van de cassette. Voor het leeggieten van de cassette neemt u het handvat vast en achteraan de cassettebak. En terwijl u giet, duwt u
op de ronde blauwe knop. Deze dient voor het ontluchten en gaat ervoor zorgen dat je de cassette iets vlotter kan leeggieten. Je loost de cassette op de voorziene plaats. Meestal is er een kraantje. U voegt nog eens water toe. Goed schudden en opnieuw lozen. Alles wat in de cassette zat, is nu verwijderd. De volgende stap is de cassette terug gebruiksklaar maken. Op die locatie, zoals gezegd, is meestal een kraantje. Laat eerst en vooral via de teut een bodem water in de cassette lopen, zodat de bodem gevuld wordt met water. In de garageruimte vindt u een blauwe fles met toiletproduct. U neemt deze fles uit de garage en gaat de dop gebruiken als maatbeker. U opent de fles met toiletproduct en vult de dop als maatbeker tot net onder de rand. De perfecte hoeveelheid voor één cassette. U houdt dan de cassette een beetje schuin, zodat u het product ook weer langs de teut in de cassette kan gieten. Water en product zullen met elkaar mengen. De teut wordt weer afgesloten met de dop. De teut draaien we in zijn oorspronkelijke stand en we kunnen onze cassette terugplaatsen zoals we net hebben getoond. De fles toiletproduct mag weer de garage in en de cassette mag in de motorhome. Cassette is klaar voor gebruik. We plaatsen hem terug op de rand van de locatie voor de toiletcassette en we gaan hem rustig duwen tot we de klik horen. Onze cassette is terug goed opgeborgen. We sluiten de deur en niet vergeten vergrendelen, want je wil niet dat iemand anders met je toiletcassette gaat lopen. Dan zijn we aangekomen aan de aansluiting van de stroom. Zoals ik daar straks reeds had gezegd, is het altijd interessant om de motorhoom aan te sluiten wanneer je die mogelijkheid zou hebben. Je opent de klep van de stroomaansluiting en neemt uit de garageruimte de daar voorziene stroomkabel. Een kabel van 20 meter, dus heeft een behoorlijke lengte, zodat u op de camping of de camperplaats makkelijk aan de zuil kan geraken. De stroomkabel heeft twee verschillende uiteinden. Het ene uiteinde past op de zuil op de camping. Het andere uiteinde past op de motorhome. Wanneer u de stroom gaat aansluiten, sluit dan eerst de kabel aan op de motorhome en nadien op de zuil op de camping. Wanneer u thuis staat of bij een wijnboer waar geen speciale aansluiting voorzien is, hebben wij een extra koppelstuk voorzien. Eerst sluit u de lange kabel aan op de motorhome en dan sluit u het koppelstuk aan op de lange kabel. Deze heeft dan een gewone pries, zodat je hem op een gewoon standaard 220 stopcontact kan aansluiten. Dit kan je bijvoorbeeld ook doen wanneer je de motorhome bij ons bent komen halen en naar huis gaat, dat je hem dan even aan de stroom gaat aansluiten, zodat de batterijen kunnen opladen en dat je eventueel de frigo thuis op de 220 al goed kan laten doorkoelen en doorwerken. Het aansluiten van de stroomkabel. U beweegt het klepje naar boven en plaatst deze boven de blauwe aansluiting van de motorhome zelf. Dan kan u het loslaten, rustig duwen en u duwt tot u niet verder kan. Het klepje zelf mag u dan rustig op de aansluiting leggen, zodat deze een beetje beschermd is tegen de weersomstandigheden. Achteraan onze motorhome vinden we de garageruimte of de opbergruimte. De grootte van deze garageruimte hangt af van het model van motorhome dat u heeft gereserveerd. Heeft u een Glamis model met een stapelbed achteraan, zal deze ruimte een stukje compacter zijn dan bij de andere motorhomes. De garageruimte hoort bij het woongedeelte van de motorhome, dus ook daar moeten we weer de woonsleutel gebruiken om de sloten los te maken. Voor de sloten bestaan er verschillende systemen. Ik leg even dit systeem uit, maar later volgt ook het andere systeem, moest het onduidelijk worden.
We nemen onze woonsleutel en plaatsen deze in het slot en openen eerst het eerste slot en nadien het tweede slot. U ziet dat de sloten naar buiten toe komen. Daarna draait u beide sloten ondersteboven. Dit is eigenlijk voor het losmaken van de vergrendeling aan de binnenzijde. Wanneer dit gebeurd is, kan u de garagedeur gaan openen. In onze garageruimte vinden we een aantal attributen en benodigdheden die u tijdens uw reis met de motorhome zal nodig hebben. Meestal zitten ze netjes bij elkaar in een bak of doos. Momenteel heb ik ze eventjes voor jullie uitgespreid. Wat komen we tegen in onze garageruimte? Eerst en vooral de waterdarm. De waterdarm heeft u nodig voor de proper watertank bij te vullen. Op sommige campings of camperplaatsen hangt deze netjes voorzien. Is hij niet aanwezig, dan vindt u er eentje in de garageruimte. Waar moet u op letten wanneer u de waterdarm gebruikt? Dat wanneer u deze terug afkoppelt van de kraan op de camping of de camperplaats, dat u het kleine koppelstukje niet vergeet eraf te halen en mee te nemen. De waterdarm dient dus voor het bijvullen van de proper watertank. Dan hadden we net onze stroomkabel en het koppelstukje voor de stroom. Ook die bevinden zich in de garageruimte. Onze fles met het blauwe wc-product ga je in de garageruimte terugvinden. Een borstel en een blik voor eens iets te vegen. Een wasrekje voor een handdoekje, een washandje buiten te hangen aan een tak van de boom om eventjes te drogen. Een emmer voor water te gaan halen als je het raam van je motorhome wenst te poetsen. En de oprijblokken. De oprijblokken had ik daar straks even aangehaald, maar niets over verteld. Deze twee oprijblokken met allebei een schuin vlak kan u gebruiken om de motorhome waterpas te zetten. Stel, het terrein waar u gaat overnachten of waar u wenst te koken is redelijk schuin, dan is het belangrijk dat de motorhome een beetje rechter wordt geplaatst. Hiervoor kan je deze twee blokken gaan gebruiken. U legt beide blokken voor de voorwielen, de achterwielen of allebei aan één zijkant, afhankelijk van wat je met de motorhome wenst te doen. Waarom is dit van belang? Een goed slaapcomfort. Als u een eitje wenst te bakken en u staat schuin, krijgt u een hoopje ei in plaats van een omeletje. En ook voor de goede werking van de frigo. Vergeet niet wanneer u terug gaat vertrekken om deze blokken ook terug mee te nemen. Afrijden, inladen in de motorhome. Wanneer je op de blokken gaat rijden, zorg er dan voor dat de co-piloot buiten eventjes een oogje in het zeil houdt. De chauffeur rijdt rustig naar boven op de blok. De co-piloot geeft teken wanneer de chauffeur met het wiel bijna boven is, zodat je niet te ver rijdt en er terug afvalt. De oprijblokken. Dan ga je in de garageruimte ook een aantal piketten vinden. Dit zijn de piketjes om uw zonneluifel eventueel met de poten vast te maken in de grond. We vragen sowieso om de luifel niet te gebruiken als het waait, maar toch kan dit een beetje een extra versteviging geven wanneer u de luifel heeft opengeplaatst. Dan hebben we ook nog de hendel om de luifel te gaan openen. Hoe je dit juist gaat doen, toon ik u zo dadelijk. Sommige motorhomes zijn ook voorzien van een bed dat in hoogte verstelbaar is. Als dat zo is, vindt u nog een extra hendel die u daarvoor nodig heeft om het bed manueel in hoogte te verstellen. Ook dat toon ik jullie zo dadelijk. In sommige motorhomes zijn ook bevestigingspunten voorzien in de garage, waar je bijvoorbeeld een spanriem kan vastmaken om iets te bevestigen in je garageruimte. Dit is niet standaard, maar is soms voorzien. Ik heb mijn luifelhendel nu natuurlijk een stukje langer gemaakt, want anders raak ik nooit aan het gaatje waar deze moet inkomen. Aan het uiteinde van de luifelhendel heb je deze twee gouden stukjes en die gaat u zo dadelijk zien passen netjes in het gat dat voorzien is aan de luifel om deze te openen. We klikken de gouden uiteinde in het voorziene gat en we geven de hendel een
kwart draai. Wanneer hij dan vasthangt, ga je gewoon draaien aan de hendel om manueel de luifel te openen. Nadien geef je terug een kwart draai aan de hendel om deze terug uit de opening te halen. Wenst u de luifel terug te sluiten, doen we opnieuw hetzelfde. De hendel gaat erin, we geven een kwart draai, hij hangt vast. En we gaan weer draaien om de luifel goed te sluiten. Kwart draai, hendel eruit en we kunnen hem weer opbergen. Sommige motorhomes zijn dus voorzien met een bed dat je in hoogte kan verstellen. Bij dit model hebben we een hendel met een magneet. Bij andere modellen heb je een hendel met een lus. De uitleg van de lus staat afgebeeld op de deur aan de binnenzijde van de garageruimte. Om het bed te kunnen bewegen, gaan we een aantal stappen moeten ondernemen. De eerste stap die we moeten zetten om het bed te gaan verplaatsen, is het losmaken van de rem. U ziet aan de onderkant van het bed een metalen hendel. Deze hendel moeten we naar beneden plaatsen om het bed te deblokkeren. Dit wil zeggen dat het in hoogte kan gaan veranderen. Dan plaatsen we onze magneet, ofwel de lus, op het contactpunt of de lus rond het contactpunt. We maken van onze zwengel of hendel een draaizwengel en we gaan draaien aan de hendel. Het maakt altijd een beetje lawaai en het vergt ook een beetje zoeken en een beetje kracht. Andere richting draaien om het bed weer in hoogte naar beneden te laten zakken. Ben je op het laagste punt of op het punt dat u wenst, verwijdert u de hendel en vergeet niet om ook de rem terug horizontaal te plaatsen, zodat het bed terug geblokkeerd staat. Onze huurmotorhomes zijn ook uitgerust met een fietsenrek op de achterzijde van de motorhome. Afhankelijk van het model dat u heeft gehuurd, heeft u een fietsendrager met 3, 4 of soms ook slechts 2 mogelijkheden om een fiets op te plaatsen. Bij de Malibu Van is het een heel ander systeem. Dat komt aan bod bij de gebruikers van de Malibu. De fietsendrager kan ingeklapt worden of kan natuurlijk opengeklapt worden om te gaan gebruiken. Eerst en vooral moeten we checken dat de armen niet in de weg zitten of geblokkeerd zijn om het fietsrek te openen. Dan zet je gewoon kracht op het rek en je trekt het rek naar je toe. Onderaan hebben we de 2 verstevigingsbandjes. Het makkelijkst is dat we deze eerst losmaken vooraleer we het rek gaan openen. We trekken het rek naar ons toe en we zorgen dat de bandjes rond het bevestigingsframe van het fietsenrek terechtkomen en we maken deze naar stevigheid terug vast. De voetjes van de fietsendragers kan je gaan verschuiven om aan te passen aan jouw fietswielen. Schuiven op de baar, losmaken. Wiel wordt geplaatst en deze komt tussen de spaken in. De armen worden gebruikt om het frame van de fiets vast te maken. Let op, deze zijn niet voorzien van een systeem met een slot. Voorzie dus zeker nog iets extra mee te nemen op reis van slot, zodat je de fietsen veilig kan achterlaten wanneer je niet in de buurt bent. Ik heb ondertussen de bandjes alweer losgemaakt, zodat we het fietsrek terug kunnen opklappen. Let erop dat de voeten op een juiste afstand staan, zodat deze niet terechtkomen tegen het frame van het fietsrek. We klappen het rek omhoog en duwen hem vast op het frame.
Om het wapperen tegen te gaan, sluiten we steeds alle loszittende bandjes. En hij is opgeborgen. Meestal zijn er langs beide kanten van de motorhomes dezelfde garagedeuren voorzien. Dit is zeer handig wanneer je iets in de garage hebt liggen aan één kant of wanneer de buurman aan één kant dichtbij staat, waardoor je de deuren niet kan openen, dat je aan één van beide kanten toegang hebt tot je garageruimte. Dan zijn we aangekomen aan onze schoorsteen van de motorhome, de Truma-uitlaat. Wanneer u de verwarming of het warm water gaat gebruiken in de motorhome, die allebei werken op gas, zal de warmte natuurlijk ook naar buiten moeten worden gebracht. En daarvoor is deze uitlaat voorzien. Wat gebeurt er hier? Je gaat de warmte voelen blazen. Dus als je de verwarming of het warm water hebt opstaan en je komt voelen en hij blaast, dan weet je ook dat het perfect aan het werken is. Verwarming en warm water in de motorhome werken enkel en alleen op gas. Dus wens je verwarming en warm water te gebruiken, of verwarming of warm water, dan moet er sowieso een gasfles open worden gezet. Naast het open zijn van de gasfles moet er ook voldoende druk op de gas zitten. Wat wil dit zeggen? Wanneer de fles bijna leeg is, kan het zijn dat uw kookvuur nog perfect werkt. Dat uw frigo nog perfect werkt, omdat deze toestellen weinig gasdruk vragen. Verwarming en warm water vragen veel meer gasdruk. Dus stel dat verwarming of warm water niet werkt, kan het zijn dat je de gasfles moet gaan verwisselen. Dat komen we zo dadelijk tegen. Dus verwarming, warm water, gas moet openstaan en er moet voldoende druk op de gas zijn. Bij sommige motorhomes is er nog een extra voorwaarde. Wanneer is dat het geval? Wanneer uw uitlaat, uw schoorsteen, recht onder een raam van je woongedeelte geplaatst is. In dit geval het slaapkamerraam, maar bij andere motorhomes kan dit ook het raam in de eethoek zijn. Zit de schoorsteen, de Truma-uitlaat, onder een raam, is er nog een extra voorwaarde en dat is dat het raam dat erboven zit moet gesloten zijn wanneer je verwarming en of warm water wenst te gebruiken. Dit is een extra veiligheid. Stel dat uit onze Truma-uitlaat toch iets van gasgeur zou komen, dat dit nooit via het openstaande raam binnen kan komen in de motorhome. Heeft dus enkel en alleen te maken met jullie veiligheid. Hier ziet u de sensor die bevestigd zit op het raam. Wanneer deze sensor constateert dat je raam niet goed of niet gesloten is, zal uw verwarming, maar ook uw warm water, niet kunnen werken. Krijgt u dus een fout op verwarming of warm water, kan u ook controleren of u niet vergeten bent dit raam te sluiten. Dan zijn we aangekomen bij de deur van de gasflessen. Ik had jullie al verteld dat er soms een derde kleine ronde sleutel aan je sleutelbos hangt. Dan is dat de sleutel die je nu nodig hebt. Bij deze motorhome zit gewoon hetzelfde slot als de woonsleutelsloten. Dus hier moet je gewoon de woonsleutel gebruiken. Hetzelfde systeem als aan de garage. We openen ons slot. We draaien ondersteboven om de deur te kunnen openen. En daar bevinden zich onze twee gasflessen. Eén gasfles die reeds is aangesloten en een tweede gasfles met een plastic stukje op de aansluiting. Dat is de nieuwe volle gasfles die u als reserve meekrijgt. De aangesloten fles gaat u gebruiken. Bovenaan de fles heeft u een draaiknop. Deze draaiknop dient om de fles te openen of te sluiten. Denk eraan, van het ogenblik dat je ergens parkeert, zet je de fles open. Vlak voor je gaat vertrekken, zet je de gasfles uit veiligheidsoverweging dicht. Dan is er een heel gemakkelijk ezelsbruggetje voor het bedienen van de kraan van de gas. Naar rechts is rijden, dus dicht. Naar links is los. Dus open. Dus we draaien onze kraan naar links om de gas laten door te vloeien naar onze motorhome.
Sommige motorhomes zijn ook uitgerust met een extra groene of rode katjoe. Als u deze groene of rode katjoe heeft op de aansluiting, moet u na het opendraaien van de gasfles ook nog heel even op de groene of de rode katjoe duwen. Dan pas zal uw gas vertrekken naar de motorhome. Gaat u rijden, draaien we de kraan naar rechts. De gas wordt afgesloten naar de motorhome toe en u kan veilig weer van start. We sluiten onze deur en we vergeten niet, zoals altijd, te vergrendelen. Jullie motorhome is natuurlijk ook uitgerust met een watertank waar u het drinkbare, proper water gaat bijvullen. Vele vragen zich af hoe vaak moeten we dat doen. Dat hangt natuurlijk af van het verbruik. De tank zelf heeft een inhoud van 110 liter proper water. Waar hangt uw verbruik vanaf? Hoofdzakelijk van de douche. Gaat u op een camping staan en gebruikt u het sanitair en de douche op de camping, gaat u natuurlijk veel langer toekomen met uw 110 liter water dan wanneer u de douche in de motorhome gebruikt. Het aanvullen, wanneer het nodig is, zal u kunnen volgen op het bedieningspaneel in de motorhome. Daar kan u dus checken wanneer het ongeveer tijd gaat worden om uw watertank bij te vullen. In de garage hadden we de waterdarm, dus moest hij niet voorzien zijn op de camping of de camperplaats, moet je die even uit je garageruimte halen. We openen net zoals bij de stroom de klep voor de watervuldop. En water hoort bij het woongedeelte, dus we nemen weer onze woonsleutel bij de hand. Zoals jullie zien, water heeft een blauwe dop. Blauw is altijd water in dit geval. Met de woonsleutel maken we de afdichtdop los, we draaien en we verwijderen de waterdop. Je hangt de tuinslang in het gat en je vult totdat hij overloopt. Als hij overloopt, best stoppen, anders sta je daar een beetje gek te wezen. We draaien de dop terug op ons aansluiting en we sluiten het klepje. Eventueel kan je ook met de sleutel tussentijds het slot vastmaken. Wanneer jullie de lavabo's en de douche in de motorhome gaan gebruiken, wordt natuurlijk het vuile water opgevangen in een vuilwatertank. Deze tank bevindt zich onder de motorhome. Vuil water is extra gewicht. Probeer wanneer je ergens gaat vertrekken en je hebt de mogelijkheid om het vuile water te lozen, zo vaak mogelijk het vuile water achter te laten. De vuilwatertank is natuurlijk afgesloten, anders zou al het vuile water onder de motorhome uitlopen. Onderaan de motorhome ziet u een hendel. Momenteel staat deze hendel open, dus kan het water gewoon eruit lopen. Wanneer we de hendel gaan induwen, wordt het vat afgesloten en blijft het vuile water opgevangen in het vat onder de motorhome. Bij deze motorhome zit de hendel nu aan de zijkant. Bij sommige motorhomes zit hij aan de achterzijde van de motorhome. Dus check eventjes dat je zeker vindt waar de hendel voorzien is. Zoals ik had gezegd, staat de hendel nu open. U duwt gewoon 5 à 10 centimeter de hendel in en het buisje onderaan de motorhome wordt afgesloten. U rijdt op de camping of de camperplaats boven de rooster of het putje dat voorzien is om het vuile water te lozen. Je trekt aan de hendel en het vuile water loopt leeg. Na het lozen weer induwen en de buis is weer terug afgesloten. En dan, we kunnen natuurlijk niet rijden zonder brandstof en zoals reeds gezegd, al onze motorhomes rijden op diesel. Kies dus zeker de juiste pomp. Rijden doen we met de rijsleutel, dus ook tanken doen we met onze Fiat-sleutel. Bij de Ford, zoals reeds gemeld, moet gewoon de bestuurdersdeur worden geopend om het klepje open te maken. Bij Fiat kan je steeds het klepje openen en dan de dop losmaken. We openen het klepje met het hoekje hier dat een opening vormt. En we dubbelchecken zwarte dop met het woordje diesel op.
We nemen onze Fiat-sleutel om de dop los te maken. En kunnen dan de dieseldop verwijderen om te tanken. Wanneer we onze gewone zijspiegels hebben, dus niet bij de nevisintegraal, die heeft eerder spiegels zoals een bus, dan zijn beide delen van de spiegel elektrisch afstelbaar vanuit de binnenzijde van de motorhome. De chauffeur kan deze dus binnen afstellen, zodat zowel de onderste spiegel als de bovenste spiegel goed staan afgesteld om comfortabel te rijden. Wanneer je wisselt van chauffeur, neem dan zeker ook eventjes de tijd om de spiegels opnieuw af te stellen, want je hebt geen achteruitrijspiegel. Je rijdt puur op deze zijspiegels. Wanneer je ze moet inklappen, is het natuurlijk wel handmatig. De spiegels van de nevisintegraal, de busspiegels om het zo maar te zeggen, kan je niet inklappen. Bij de Ford Cocoon is maar één van beide spiegels elektrisch te bedienen. De andere spiegel staat in principe goed, maar als het echt niet oké is, kan je deze dan handmatig een beetje gaan verstellen. Welkom in jullie rijdende huisje. Welkom in jullie huis op wielen voor één of enkele weken. Het bedieningspaneel van de motorhome bevindt zich altijd in de buurt van de woondeur. Het bedieningspaneel is om alles te activeren of te deactiveren. Wanneer je de motorhome dus verlaat, kan je aan de hand van dit paneel zorgen dat je alles gaat afzetten terwijl er niets gebruikt wordt als je op stap bent. De eerste knop en de belangrijkste knop van dit bedieningspaneel is rechts onderaan de powerknop. Met deze knop kan je in één keer het paneeltje aanzetten of ook in één keer het volledige paneel uitschakelen. Links onderaan op het paneeltje vinden we het symbooltje met een thermometer. De thermometer is om de temperatuur te gaan bekijken. Wanneer we op de touchknop van de thermometer duwen, krijgen we te zien dat het hier binnen in de motorhome momenteel 24 graden is. Zeer aangenaam. Buitentemperatuur is nooit af te lezen, dus het gaat alleen om de binnentemperatuur. Boven de knop van onze temperatuur vinden we het lampje. Het lampje is om uw lichtcircuit te gaan activeren. Wanneer we op het lampje duwen, valt al het licht uit behalve onze noodverlichting, om het zo te noemen. Wanneer we ons lichtcircuit inschakelen, kunnen we met alle schakelaars die we tegenkomen in onze motorhome lampen gaan aan of uit doen. Dit kunnen grijze schakelknoppen zijn, kleine ronde knopjes, touchlampjes, allerlei mogelijkheden. Dat is een ontdekkingstocht die vooral voor de kinderen heel erg fijn is. Boven het lampje vinden we een motorhome met stralen naar buiten. Dit is het symbool voor de buitenverlichting. Niet bij elke motorhome is buitenverlichting aanwezig, maar wanneer het symbooltje voorzien is, kan je dit gaan uitproberen. Drukken we op de touchknop van de buitenverlichting, gaat deze oplichten en zal buiten, boven de deur, een ledstrook gaan branden. Vergeet zeker deze lamp niet uit te doen wanneer het niet nodig is, want anders gaat je verbruik van je batterij natuurlijk heel erg oplopen. Daarboven zien we het symbool van een kraan. Een kraan dient om water te gebruiken. Wanneer we dit symbool gaan activeren, kan dat afhankelijk van het type motorhome een andere kleur hebben. In dit geval was hij groen, soms is hij rood. Rood betekent niet dat er een probleem is, betekent gewoon dat de kraan ook aanstaat. Maak je dus geen zorgen als het symbooltje van de kraan rood zou oplichten. Van het ogenblik dat we de kraan activeren, kunnen we alle kranen gaan gebruiken in de motorhome, kunnen we het toilet gaan doorspoelen en kunnen we ook de douche gaan gebruiken. Vergeet dus niet voor je naar het toilet gaat om even te checken dat het symbooltje van de kraan brandt. Rechtsbovenaan hebben we dan een symbool met golven. Golven wil zeggen water. Aan de hand van de golfjes kunnen we gaan checken hoe de waterstand is. Enerzijds van het proper water, anderzijds van het vuile water.
We drukken één keer op ons symbool en dan zien we dat momenteel blauw S1 oplicht. Blauw is proper water en dat ons proper water volledig gevuld is. Deze aanduiding gaat stapsgewijs naar beneden. 175, 50, 25 of per 33. Hier kan je dus gaan opvolgen wanneer het nodig is om je water bij te vullen. Wanneer de motorhoom zelf merkt dat de watertank bijna leeg is, gaat hij ook aan u een signaal geven om te zeggen dat het dringend tijd wordt om het proper water bij te vullen. Zorg dat je vat nooit volledig leeg raakt, want als je dan de pomp activeert door je kraantje op te zetten, kan het zijn dat de pomp droog draait en stuk gaat. Dus altijd je watervoorraad tijdig aanvullen. Drukken we niet één keer, maar twee keer op ons symbool, dan krijgen we de rode stand van zaken. Rood is ons vuil water. Weet je nog de hendel buiten waarmee je het vuile water kan lozen? Momenteel stond deze open, dus ons vuil water is volledig leeg. 0%. Maar dan komt de grote maar. Ons vuil water kent alleen maar 0 of 100. Gaat niet stapsgewijs naar boven. Dat wil zeggen dat je alleen maar weet of hij leeg is of dat hij helemaal vol is. Waarom doen we dit? Om te zorgen dat u gestimuleerd wordt om het vuilwater zo vaak mogelijk leeg te laten. Vuilwater is extra gewicht dat je meeneemt waar je niets mee bent. En als het warm weer is en het zit lang in het vat, gaat het ook stilletjes aan beginnen ruiken uit de putjes en dat willen we natuurlijk absoluut niet. Vertrek je dus op een camping of een camperplaats en je hebt de mogelijkheid om het vuile water te lozen, zorg dan altijd dat je het vuile water eraf laat voor je weer verder op reis gaat. Onder het watersymbooltje vinden we dan symbooltjes van motorhome en rijgedeelte. Afhankelijk van het type motorhome wordt dit soms op een andere manier aangegeven, maar het is steeds om hetzelfde te controleren. Enerzijds hebben we het symbooltje van de motorhome, de achterzijde. Daar kunnen we gaan kijken hoe de stand van zaken is van de batterij van het woongedeelte. Als we daar nu op duwen, dan krijgen we eerst de woonbatterij in volt, wat voor de meeste mensen niks zegt. Duwen we nog een keer op dezelfde knop, dan zien we nu lopende streepjes. Waarom is dit? Onze motorhome is momenteel aangesloten op de stroom en is aan het bijladen. Hangen we niet aan de stroom, ga je daar zien hoeveel procent je motorhome is opgeladen. Een heel goede indicatie om te weten of het tijd is om te gaan rijden of aan de stroom te gaan hangen. Dan hebben we het voertuigje, onze Fiat of onze Ford. Gaan we daarop duwen, gaan we weer eerst zien hoe het zit met de stand van zaken in volt. Duwen we nog een tweede keer, zien we ook weer dat deze nu aan het bijladen is. Of als we niet aan de stroom hangen, hoeveel procent deze rijbatterij nog is opgeladen. Stel dat de woonbatterij volledig zou plat zijn, ga je nog steeds kunnen starten. De rijbatterij gaat niet mee plat met de woonbatterij. Dus starten kan op elk moment en van het ogenblik dat de motor draait, wordt ook de woonbatterij weer bijgeladen. Houd er wel rekening mee, is je woonbatterij plat en je gaat rijden, ga je niet een paar uur, maar een paar uren tot een dag moeten rijden voor de woonbatterij dan terug is opgeladen. Heeft u een zonnepaneel, gaat dit natuurlijk een beetje sneller. Dit voor het nakijken van de batterijen. Het volgende paneeltje boven onze deur is het paneel van de Truma. Truma, verwarming en warm water. Met dit paneel kunnen we dus zowel de verwarming als de boiler voor warm water gaan bedienen. In het midden van dit paneel onderaan ziet u een grote ronde knop. Op deze ronde knop kan je zowel duwen als draaien. Duwen gaan we doen wanneer we iets willen kiezen en ook uiteindelijk wanneer we iets willen bevestigen. Wanneer je niets bevestigt, heb je ook niets aangezet of niets gewijzigd. Draaien gaan we doen, dat is de scrollfunctie om van het ene naar het andere te kunnen gaan. We gaan dus eerst en vooral eens duwen op onze knop om ons scherm te activeren. En dan zien we het linkse symbooltje onder de streep knipperen, een thermometertje in een motorhome. Dit gaat dus om de temperatuur hier binnen.
Dit is dus onze verwarming. En denk eraan, het gaat alleen om verwarmen. Het gaat niet om verkoelen. Je kan dit dus niet gaan gebruiken als airconditioning. Wanneer ons symbooltje van de verwarming knippert, kunnen we deze, stap 1, gaan kiezen door op de knop te duwen. En dan zien we dat de verwarming nu uitstaat, op of. Stap 2, we gaan draaien naar onze gewenste temperatuur. Een aangename 24 graden. Niet vergeten, ook nog een keer duwen op de knop om dit echt te bevestigen, om het aan te zetten. Boven de lijn zie je dan wat er geactiveerd is, wat er aanstaat. Het vlammetje wil zeggen dat de verwarming aanstaat. Deze werkt op gas en staat door ons standaard ingesteld. Wanneer de verwarming in actie schiet, zal dit vlammetje gaan knipperen, zoals u nu ziet. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, zal het vlammetje blijven stilstaan en pas terug in actie schieten wanneer de temperatuur weer zakt. Willen we dit wijzigen, kiezen we opnieuw onze thermometer in de motorhome. Stond nu op 20. We draaien naar onze nieuwe temperatuur, bijvoorbeeld wanneer je wil gaan slapen. Of wanneer we hem willen afzetten, draaien we helemaal naar links, naar off. En niet vergeten, alles wat we doen, moeten we nog eens duwen om te bevestigen. En dan zie je dat de symbooltjes van de verwarming boven de streep zijn verdwenen. Vergeet niet, voor u gaat rijden, zet u de gasfles steeds dicht. Verwarming en warm water werken enkel en alleen op gas. Of u nu wel of niet aan de stroom hangt, gasfles moet openstaan en er moet voldoende druk op de gasfles zitten. Het is dus mogelijk dat de frigo nog perfect werkt op gas en evenzeer uw kookvuur nog perfect werkt op gas, maar dat er niet meer voldoende druk op de fles zit om uw verwarming of uw warm water te gebruiken. Dan moet je eventjes de gasfles achteraan gaan wisselen. Wanneer je gaat rijden, zet je deze fles dicht. Dus neem je de bron weg voor dit paneeltje of voor uw verwarming of warm water te laten werken. Daarom is het van zeer groot belang dat je vooraleer je de gas dichtzet, zorgt dat verwarming en warm water, moest je die hebben gebruikt, uitstaan. Wanneer je dit vergeet en er staat nog iets aan en je sluit de gasfles, is het mogelijk dat het systeem in fout gaat. En dat is niet altijd even makkelijk om op te lossen. Ons tweede symbool. We draaien zodat ons tweede symbool knippert en tevens het laatste symbool dat ik uitleg, een thermometer in het water. Dit gaat om de temperatuur van het water, dus onze boiler. We kiezen terwijl dat hij knippert, nu ben ik dus te laat, we draaien weer dat hij knippert en we kiezen hem terwijl hij knippert om onze boiler te selecteren. Dan zien we dat het warm water nu afstaat. Dan gaan we weer stap 2, draaien aan onze knop en we draaien altijd tot hot, heet water, 60 graden. Weer niet vergeten, alles wat we doen, moeten we bevestigen. Boven de streep krijgen we het symbooltje van het heet water en ook dit werkt op gas. Het symbooltje boven de streep van heet water zal beginnen knipperen. Zolang het symbooltje knippert, is het water niet warm. Dit zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren. Wanneer het symbooltje boven de streep dan zal blijven stilstaan, wil dit zeggen dat het water warm is en dat u onder de douche kan springen. We gaan hem terug selecteren. Hij stond nu op hot. We draaien naar links, naar off. En weer niet vergeten, wat we wijzigen, moeten we bevestigen door op de knop te duwen. Symbool van warm water is ook verdwenen. U kan ook gelijktijdig verwarming en warm water laten werken. Vergeet niet, als u geen warm water nodig heeft, tijdens de dag, u bent op stap, of u zit buiten aan de motorhome, of 's nachts wanneer u gaat slapen, om dan de boiler uit te zetten. Dit om een beetje spaarzaam te zijn. Wat doet een boiler? Die gaat opwarmen, afkoelen, opwarmen, afkoelen. Om spaarzaam om te gaan met de gas is het dus best dat je de boiler uitzet wanneer je deze niet nodig hebt en ook de verwarming niet vergeet uit te schakelen wanneer je deze niet wenst te gebruiken of op stap gaat. De rest van de symbolen ga ik u niet uitleggen. Het enige wat ik je wel nog wil vermelden, stel je hebt op een foute knop geduwd. Deze heb je niet nodig, geen paniek. U duwt links onderaan op de pijl terug. Wanneer u daarop duwt, gaat u terug naar het hoofdscherm en kan u terug rustig gaan draaien tot u aan uw boiler of aan uw
verwarming bent. Naast ons bedieningspaneel bevindt zich het paneel voor het aan- en uitzetten van verwarming en warm water in de Glamis modellen. Dus de Glamis 22, Glamis 23 en Glamis 26. Om verwarming of en warm water te gebruiken, moet altijd de gasfles openstaan. Het is best mogelijk dat je frigo nog werkt op gas en je kookvuur nog werkt op gas, maar dat de verwarming en het warm water toch een foutmelding geeft. Dit is omdat verwarming en warm water veel meer gasdruk vragen dan de frigo en het kookvuur. Het is dus mogelijk dat je als je verwarming of warm water wenst te gebruiken op een bepaald ogenblik toch de gasfles moet verwisselen wanneer deze niet voldoende druk geeft. Het paneeltje van verwarming en warm water bij deze Glamis modellen bestaat uit een onderste ring en een bovenste ring. Op de onderste ring zit aan de zijkant een klein uitsteeksel, een tjoepke. Het uitsteeksel wijst nu naar de nul. Alles staat dus af. Het is met de onderste ring dat we dus de functie gaan kiezen. Wanneer we onze onderste ring één slag naar boven draaien, wijst die naar warm water 40 graden. Dit is bijvoorbeeld perfect wanneer u alleen maar een afwasje wenst te doen. Wanneer u wenst te douchen, moet u altijd de temperatuur van 60 graden kiezen. Dus niet één, maar twee slagen naar boven toe draaien. De temperatuur van 40 graden duurt ongeveer een twintigtal minuutjes vooraleer de boiler is opgewarmd. Bij 60 graden om te douchen moet u rekenen dat dit een half uur tot drie kwartier kan in beslag nemen. Wens je 's morgens of 's avonds warm water te gebruiken, zet dan de boiler aan. Heb je gebruikt wat je wou gebruiken, zet dan ook de boiler tijdens de dag en 's nachts uit. Wat doet een boiler? Opwarmen en afkoelen. Dus uw gasverbruik gaat extreem de lucht in. Dus de boiler alleen aanzetten wanneer je warm water zal nodig hebben en uitzetten wanneer je dit niet nodig hebt. Wensen er verschillende mensen te douchen na elkaar? Wacht dan eventjes, zodat de boiler, waar slechts 10 liter water in zit, terug kan bijwarmen. We draaien onze onderste ring één slag naar boven naar warm water 40 graden en dan zal er links aan de linkse kant van de bovenste ring een oranje lampje gaan branden. Dit wil zeggen dat het water opwarmt. Hetzelfde wanneer we deze op 60 graden zouden zetten. Wanneer het oranje lampje uitgaat, wil zeggen dat het water warm is. Wanneer dit gaat knipperen of bij sommige modellen een rood lampje wordt, wil dit zeggen dat er een probleem is en dat je de gas moet opendraaien of dat je de fles moet wisselen. Geen warm water nodig, op nul en het systeem schakelt zichzelf terug uit. Eén slag naar beneden hebben we dan het vlammetje. Dus de onderste ring één standje naar beneden draaien. Het vlammetje is de verwarming. Dus hiermee kunnen we gaan zorgen dat door alle gaatjes en roosters die zich in de motorroom bevinden, warme lucht wordt geblazen. Alleen verwarmen, niet verkoelen. Het is geen airconditioning. We zetten dus één slag onze ring naar beneden om de verwarming aan te zetten. En dan gaan we de bovenste ring gebruiken om deze van 1, 2, 3, 4 of, ik stook mezelf buiten in de sauna, 5 in te stellen op de gewenste temperatuur. Niet nodig, weer naar 0. Is het nu een frisse ochtend en je wilt een douche nemen of de afwas doen, dan kan je natuurlijk ook verwarming en warm water gelijktijdig gebruiken. Dan gaan we niet één slag, maar twee slagen naar beneden en dan hebben we het vlammetje voor de verwarming samen met 60 graden warm water. Ons oranje lampje geeft aan als het uitgaat dat het water warm is. Met onze 1, 2, 3, 4, 5 boven het groene lampje kiezen we de temperatuur voor de verwarming. Op 0. En alles valt zelf weer uit. Dan zijn we aangekomen aan onze frigo- en diepvriescombinatie. Ook hier kan het verschillend zijn van model tot model hoe dat deze eruit ziet. Als het nodig is, zorgen we dat ook voor het andere model nog een kleine uitleg volgt.
Nu, de voor frigo het en de openen van de frigo beweegt u het slotje naar u toe. U parkeert en trekt u aan de frigodeur frigo om deze te openen. U heeft de mogelijkheid om sluiten, aan stroom aan te sluiten. Duwt u de deur, frigo gewoon gaat automatisch omschakelen op de stroom. Voor de diepvriezer, hetzelfde probleem. Dezelfde manier, slotje naar u toe bewegen. Dicht, vlak, en vlak voor vertrek om de diepvriezer start de motor en de frigo. Wanneer u een van de deuren de net heeft werken, geopend tijdens en hij is rijden. Goed aan het werken, zuigt de frigo en de diepvries vaak om aan. De frigo voor de eerste keer de aan te zetten opent, of wanneer u tussenin de frigo moet uitschakelen om een reset te doen, heeft de frigo zijn eigen. Dan zijn we aangekomen bij het sanitaire gedeelte. In deze motorhome bestaat het uit een aparte douche langs de ene kant en toilet en lavabo dus langs de andere zijde. In sommige motorhomes zit het in één ruimte, maar ook daar is het systeem eigenlijk hetzelfde. We duwen dus de badkamer is voorzien van toilet en lavabo om het paneel te activeren en laten dan de cel met afsluitbare panelen. Dan zien we in een elke aantal badkamer is ook delen op een stopcontact voorzien. Dit moeten we even de zoeken. Eerste soms zit geeft verborgen aan op in welke een van bron de, kastjes. De frigo werkt. Dus op dit ogenblik staat onze frigo op A van automaat. Dit wil zeggen dat hij zelf de bron gaat kiezen. Heel belangrijk dat de A erbij staat. En onze automaat heeft op dit ogenblik beslist dat hij op stroom kan werken. Dus heeft gekozen voor het stopcontactje. Hij werkt op 220. Met de touchknop zou je eventueel ook handmatig zelf de bron kunnen instellen, moest de automatische keuze eventjes niet werken. Met onze tweede touchknop kunnen we de temperatuur van de frigo gaan instellen. Hoe meer blokjes, hoe feller de frigo werkt. In de zomer, wanneer het heel warm is en de frigo is reeds goed gekoeld, zet dan het aantal blokjes iets minder, zelfs 2 minder als het nodig zou zijn. Als de temperatuur buiten te hoog is, is het contrast te groot tussen wat buiten op de frigo schijnt en wat u binnen van hem verlangt. Dus is het buiten heel warm, frigo een beetje minder. De laatste touchknop moet het symbooltje altijd weg zijn. Dus achter onze laatste knop mag geen symbooltje staan. Ik ga u ook niet uitleggen waarvoor het dient, want u heeft dit absoluut niet nodig tijdens de huurperiode. Dus op A van automaat schakelt hij zelf om. Ofwel hebben we dus de A met het stopcontactje, ofwel ziet u de A met het batterijblokje, dit wil zeggen tijdens het rijden op de motor, ofwel de A met het gasdruppeltje, wanneer u stilstaat, de gasfles geopend is en u dus niet aangesloten bent op de stroom, dan gaat de frigo kiezen voor de gas. Maar op A switcht hij zelf tussen de verschillende mogelijkheden. Wanneer de frigo merkt dat er een probleem is, ik zet hem nu bijvoorbeeld op rijden terwijl we niet aan het rijden zijn, zal de frigo gaan knipperen en een foutmelding geven. Het groene lampje dat normaal in de powerknop is te zien, zal nu rood zijn. Dit wil zeggen, er is een probleem in dit geval. Wanneer u dan de nieuwe bron geeft, bijvoorbeeld u sluit hem aan of u zet de gasfles open of u gaat rijden, gaat hij normaal gezien uit zichzelf deze bron terugvinden. Maar heeft u te lang gewacht, kan het zijn dat de frigo volledig het noorden kwijt is en dat hij blijft knipperen, ook al heeft u een nieuwe bron gegeven. Dan kan u best met de hoofdschakelaar door lang te duwen de frigo eventjes afzetten. U telt tot 5, u schakelt hem terug aan, u wacht eventjes en u controleert dat de A van automaat terug zichtbaar is. Normaal zou hij dan zijn nieuwe bron terug moeten hebben gevonden. Maar u moet wel altijd zorgen dat u hem een van de 3 manieren aanbiedt om te kunnen functioneren. Wanneer u de motorhome terug gaat inleveren en u gaat hem thuis poetsen, mag u natuurlijk de frigo uitzetten, zodat deze kan afkoelen, dat u hem kan schoon, afkoelen zeg ik, kan onttooien voor de diepvries, zodat u hem kan schoonmaken en dat hij netjes is voor de volgende klant. We tonen dadelijk het openen en het sluiten van de frigo en de diepvries.
Met de toiletpot in de motorhoom kan je gaan draaien, zodat je deze zo kan afstellen voor jezelf, dat je comfortabel kan gaan zitten. Wanneer u het toilet wenst te gebruiken, moet u zeker en vast de klep naar boven zetten, het deksel van het toilet. Voor je jezelf gaat nederzetten, moet u met de grijze hendel aan de voorzijde of soms aan de zijkant van de toiletpot gaan zorgen dat de zwarte afsluitklep in de pot wordt geopend. Deze gaan we openen door de grijze hendel rustig naar rechts te bewegen. Het gat in de pot gaat open, u doet wat u wenst te doen en nadien duwt u op de blauwe spoelknop om het toilet door te spoelen. Bent u klaar, zet u de grijze hendel terug helemaal naar links, rustig aan. U sluit het deksel en alles is terug klaar voor een verdere reis. Wanneer moet je nu de toiletcassette leegmaken? Langs de ene kant, wanneer je de klep gaat openen, is er iets in onze hersenen dat een beetje raar werkt, waardoor je altijd naar beneden gaat kijken in het gat. Dus je gaat stilletjes aan de cassette voller en voller zien worden. Maar daarnaast is ook elk toilet uitgerust met een systeem dat gaat aangeven wanneer de pot bijna vol is. In dit geval is het een groen-rood systeem, waarbij het steeds roder wordt. Van het ogenblik dat het helemaal rood ziet, weet u dat hij helemaal vol zit. Sommige andere toiletsystemen hebben een lampje. Dan gaat het lampje branden wanneer het echt hoog tijd is om de pot leeg te maken. Wanneer je de douche gaat gebruiken, moet je natuurlijk de douchepanelen ontgrendelen. Bij deze douche werkt het met een draaisysteem om de douchepanelen los te maken. Wanneer u natuurlijk klaar bent met douchen, vergeet dan niet om de deuren terug te vergrendelen, zodat wanneer u gaat rijden, de deuren niet gaan flapperen. Bij andere motorhomes heb je soms een systeem met een katsjoe dat ergens overklikt. Dan trek je het er gewoon rustig af en ook dan kan je de douchepanelen gebruiken. De afvoer van de douchebak is uitgerust met een stopje. Wanneer u de douche gaat gebruiken, moet u natuurlijk dit stopje een centimeter naar boven toe trekken. Wanneer u dit niet zou doen, krijgt u natuurlijk een zwembad. En dat is niet de bedoeling. Na het gebruik van de douche en het opdrogen van de doucheruimte, kan je het stopje terug induwen, zodat geurtjes niet de kans hebben om via deze afvoer naar binnen te komen in de motorhome. Het slaapgedeelte achteraan in de motorhome is natuurlijk bij alle modellen helemaal anders. In dit geval hebben we een queensbed centraal in het midden van de motorhome. Andere motorhomes hebben een dwarsbed van links naar rechts of een stapelbedje of twinbedjes waar je met een extra matrasstuk wat je ook meekrijgt één heel groot bed kan maken. Opbergruimte vind je achteraan, kastjes, schuiven, dus daar kan je heel wat spulletjes kwijt. Bij sommige motorhomes is het ook mogelijk om met een tussendeur de slaapkamerruimte af te sluiten voor enige privacy. Vergeet niet wanneer je gaat rijden dat ook alle tussendeuren moeten worden vastgemaakt, zodat deze niet kunnen openen en sluiten tijdens het rijden. Bij motorhomes met een queensbed centraal achteraan heb je ook nog een extra opbergruimte onder de matras. Zowel het matrasgedeelte klik je omhoog en ook het lattenbodemgedeelte klik je omhoog, zodat je een extra opbergruimte krijgt. Bij de andere types is dit niet het geval. In de motorhomes ga je ook verschillende soorten van dakkoepels terugvinden. Deze kan je gebruiken om te verluchten. Natuurlijk niet wanneer het regent, want dan zou het wel eens kunnen dat je een natte matras aantreft of een natte keukentafel wanneer je terugkomt. Er bestaan twee systemen van dakkoepels. Deze dakkoepel heeft een drukknop. Bij het andere systeem heb je een draaizwengel, maar beide zijn zeer eenvoudig. Bij het drukknopsysteem duw je op de knop en dan komt de hendel naar beneden. Let op voor de vingers. Via de gleuf kan je dan de hendel laten glijden om deze in een tussenstand of helemaal open te plaatsen. Wanneer je de koepel terug sluit, en ook hier opletten voor de vingers, duw je de hendel terug boven de drukknop. Aan elke koepel en ook aan elk raam is zowel een muggenzift als een verduistering voorzien. In dit geval de verduistering van achter naar voren toe,
Soms is het ook van links naar rechts. En het muggenziftje in de andere richting. Dus beestjes buiten houden is ook bij de dakkoepels mogelijk en geen enkel probleem. Wanneer je gaat rijden met de motorhome, vergeet dan zeker niet om te controleren of de dakkoepels en ook de ramen zijn gesloten. De keukenruimte van jullie motorhome is enerzijds uitgerust met het kookvuur, wat steeds werkt enkel en alleen op gas, en de afwasbak. Ook hier weer bij de afwasbak, het stopje zit erin om de geurtjes te vermijden. In de keuken is ook steeds een stopcontact voorzien en dat moet u meestal zoeken aan de bovenzijde of de bovenzijde van de keuken, de onderzijde van het kastje, of soms zit het verborgen onder het keukentablet. Wees steeds voorzichtig wanneer u de glazen plaat van het kookvuur gaat bedienen. De opening is voorzien waar u de hand kan plaatsen en u opent de glazen plaat die tevens ook een spatbord gaat vormen naar het raam toe. Dan hebben we de bedieningsknoppen voor het gasfornuis. Vergeet niet dat je gas moet openstaan om je kookfornuis te gebruiken. De drie bedieningsknoppen werken meestal elektrisch. Om deze knoppen elektrisch te kunnen gebruiken, moet natuurlijk de power aanstaan op je bedieningspaneel. En bij sommige motorhomes, wanneer er een AUX-knop aanwezig is op het bedieningspaneel, moet ook de AUX-knop aanstaan op het ogenblik dat je deze wenst te gebruiken. Heb je geen AUX-knop op je bedieningspaneel, moet alleen de power aanstaan. Je duwt op de knop en dan krijg je, zoals u hoort, een elektrische ontsteking. Terwijl u duwt, draait u aan de knop tot de vlam verschijnt. Je houdt deze heel even aan en laat dan de knop los. Vergeet niet om te controleren dat je gasvuur altijd goed staat afgesloten wanneer je dit niet gebruikt. Om het gasfornuis te poetsen, kan je natuurlijk ook de ijzeren of het ijzeren frame losmaken uit je gasfornuis, zodat je makkelijk aan de bodem van het fornuis kan. Om te sluiten, weer voorzichtig zijn en de plaat rustig neerleggen. Zo krijg je ook extra werkruimte. Elke schuif en elke kast die je in de motorhome tegenkomt, heeft een vergrendelingssysteem. Afhankelijk van hoe ze geplaatst is, moet je het slotje in een bepaalde richting duwen. Bij de schuiven bijvoorbeeld moet je het slotje naar boven duwen en terwijl je dit doet, kan je dan de schuif openen. Wanneer je de schuif sluit, moet je altijd goed horen dat je het hoort klikken. Dan pas is je schuif correct gesloten. Dit is ook zo bij alle kastjes. Bij deze kast is de hendel verticaal en moet je dus het slot naar links toe duwen. In deze kast zit dan ook nog eens een extra schuif verborgen met een druksysteem om te ontgrendelen en weer in te duwen om te vergrendelen. Ook hier luister altijd dat je de klik hebt gehoord en de kast goed is gesloten. Wanneer je gaat rijden, altijd een check-up van de kasten en de schuiven, dat ze zeker goed dicht zijn voor je gaat rijden. Bovenaan moeten we dan ons slot naar beneden duwen en terwijl gaan trekken aan de kast om de kast te openen en ook hier weer luisteren dat je de klik hoort. Het verluchten van de motorhome kan naast via de dakkoepels ook gebeuren door het openen van de ramen. Dit is overal ongeveer hetzelfde systeem. Eerst en vooral zijn onze ramen vergrendeld met een aantal hendels. Soms twee, soms drie, soms zelfs vier op hetzelfde raam. Om deze hendel los te kunnen maken, moet u gelijktijdig op het bolletje duwen om dan de hendel te kunnen bewegen. U doet hetzelfde met alle hendels, zodat ze allemaal losgemaakt zijn en kan dan het raam naar buiten duwen op de bepaalde afstand die u wenst. U trekt het raam gewoon naar u toe om de hendels terug te vergrendelen. Zie wel dat ze er volledig achter zitten. Als ze erop staan, staat het raam op de verluchtingstand. Wanneer het raam open staat, wil je natuurlijk niet dat de beestjes langs daar binnenkomen, dus kunnen we het muggenzift gaan gebruiken. U trekt het bovenste gedeelte naar beneden toe en dan ziet u dat het muggenzift naar u toe komt. Je klikt het bovenste gedeelte vast aan het onderste gedeelte om het muggenzift vast te maken. Wens je nu
het verduisteringspaneeltje te gebruiken wanneer u bijvoorbeeld op een zeer zonnige dag de zon wilt buiten laten of wanneer het nog licht is een dutje wenst te doen. Ook dan ga je de twee aan elkaar vastmaken en dan gaan we nijpen en naar boven bewegen terwijl we nijpen. We laten los om hem vast te zetten. We nijpen, naar beneden bewegen, nijpen om ze van elkaar los te maken en altijd begeleiden, niet zomaar de lucht laten inschieten. Heeft u nu niet dit systeem, is het ook mogelijk dat u gewoon kan schuiven met de twee systemen en dat u ze niet aan elkaar vast hoeft te maken. Dat is nog een beetje eenvoudiger, dat wijst echt zichzelf wel uit. De DVD-speler. Ik zeg speciaal DVD-speler omdat dit geen televisie is, want dan heeft u een satelliet nodig en deze is niet aanwezig, maar u kan alleen DVD'tjes afspelen. De DVD zit ofwel opgeborgen in een kast, ofwel is deze bevestigd in de eethoek. Wanneer hij in een kast hangt of op een wandje waarnaar je niet kan kijken tijdens het rijden, wil dit zeggen dat deze alleen kan gebruikt worden wanneer je geparkeerd staat. Bij de Glamis 22 en Glamis 26 hangt dit toestel in de eethoek. Dit wil zeggen dat je deze wel kan gaan gebruiken tijdens het rijden. Om de DVD-speler te kunnen gebruiken, moeten we deze natuurlijk ook weer van stroom voorzien. Eerst en vooral moet dus de power aanstaan op je bedieningspaneel, maar heeft u de AUX-knop, moet ook voor de DVD-speler de AUX-knop aanstaan. Is er geen AUX-knop aanwezig, dan moet alleen maar de stroomknop aanstaan, de powerknop. Als de DVD-speler niet gebruikt wordt, kan je eventueel ook de aansluiting van de 12-volt kabel van de DVD-speler zelf uittrekken. Dan ben je er zeker van dat je geen sluimerverbruik hebt langs deze weg. Bij de Cocoon zit er zelfs een apart schakelaartje voorzien naast de aansluiting van de DVD-speler, waardoor je met deze schakelaar op elk moment kan beslissen of je deze wel of geen stroom wenst te geven. Om de DVD-speler te ontgrendelen, gaan we in dit geval het klepje eerst naar beneden toe bewegen en dan halen we het hele systeem naar binnen toe in de motorhome. U trekt zover u kan en dan laat u deze los. Dan ziet u dat het systeem nogmaals vergrendeld is met een horizontaal pinnetje. We houden voor de zekerheid onze hand onder het tv-scherm en trekken dan het pinnetje naar links, waardoor het scherm naar beneden toe kan bewegen. Dan hebben we nog een pinnetje dat we kunnen losmaken, zodat de DVD ook kan gedraaid worden indien u dat wenst. De ingang van de DVD-speler zelf zit aan de rechtse zijkant van het scherm van de televisie. De afstandsbediening vindt u meestal in het zakje in de buurt van de deur of het zakje naast de badkamerdeur. Is deze niet voorzien, ligt ze vaak ook in het kastje in de buurt van de DVD-speler. Het opbergen volgen we de andere route. We gaan hem eerst weer inklappen en dan is het een beetje zoeken dat het pinnetje er terug in klikt. En we schuiven de DVD-speler terug in zijn oorspronkelijke locatie. Dubbelcheck altijd dat je het systeem hoort vastklikken, zodat deze tijdens het rijden niet uit de kast of uit zijn bevestigingssysteem kan komen. Sommige motorhomes, of zelfs de meeste motorhomes, zijn uitgerust met een turboventilator. Dit is geen airco, maar kan bij warme periodes wel mee gaan zorgen voor een extra ventilatie van de motorhome, zodat het iets aangenamer is wanneer je gaat slapen. Ook boven deze ventilator is een dakkoepel voorzien. Vooraleer je hem dus kan gebruiken, moet je deze dakkoepel gaan openen, zodat er een luchtcirculatie kan plaatsvinden. Op de ventilator vind je een draaiknop met een pijl. Hiermee kan je de dakkoepel opendraaien. U ziet dan natuurlijk ook het daglicht binnenvallen. Wanneer de koepel geopend is, kunnen we de turbovent gebruiken. Maar ook deze werkt op stroom. Dus onze powerknop moet opstaan op het bedieningspaneel
En de lichtgroep moet aanstaan, dus het symbool van het lampje. Je moet maar denken, de turboventilator hangt net als de verlichting tegen het plafond, dus de verlichtingsgroep moet aan zijn om deze te gebruiken. Dan duw je op de powerknop om de ventilator in actie te zetten. Hij start dan vanzelf in de stand waar je de vorige keer bent gestopt. Nadien kan u nog de keuze maken tussen lucht naar buiten, dit wil zeggen lucht van in de motorhome naar buiten trekken, of lucht naar binnen toe, dit wil zeggen lucht van buiten in de motorhome laten komen. Duwt u meerdere keren op de knop, rustig aan, dan kan u deze ook nog sneller laten draaien. Heeft u hem niet meer nodig, schakelt u de turboventilator uit en vergeet zeker niet om ook de dakkoepel te sluiten. Wanneer je gaat rijden of het regent, is dit natuurlijk een koepeltje wat je iets sneller vergeet omdat deze niet zo goed zichtbaar is. Dus let erop dat je deze zeker controleert. En zelfs hier is een verduistering aanwezig zodat je het helemaal donker kan maken. Sommige lampjes in de motorhome werken met een touchsysteem, ook bij de nachtlampjes achteraan, maar ook bij deze plafondlampjes. Wanneer je een zilver bolletje hebt in het midden van de lamp, wil dit zeggen dat dit een touchsysteem is. We raken het zilveren bolletje heel zachtjes aan, bijna strelen, en de lamp gaat uit. We raken hem nog eens aan en hij is blauw, voor de romantiek. Nog een keertje, dan is hij wit. Wanneer het witte licht brandt en je duwt iets langer en feller, kan je de lamp ook feller laten schijnen of dimmen wanneer je vindt dat het iets te fel schijnt. We raken hem nog eens aan en de lamp is gedoofd. De Souverain 479, de Souverain 460 en de Karat 473, onze semi-integrale, zijn ook uitgerust met een elektrisch hefbed boven onze eethoek. Het elektrisch hefbed is in principe voorzien voor twee kinderen naar gewicht toe. Bij de Cocoon 463 is dit bed evenzeer aanwezig, maar daar is de draagkracht een stukje groter. Daar mogen perfect twee volwassenen, 230 kilo, gebruik van maken. Bij McLewis is dit in principe 150 tot 170 kilo dat op het bed mag liggen. Het bed wordt elektronisch bediend, dus om het bed te kunnen gebruiken moet ook weer de power aanstaan om het stroomcircuit te activeren en moet het lampje aanstaan, de lichtgroep, want ook deze hangt weer tegen het plafond, dus zelfde stroomcircuit als de verlichting. Vergeet niet wanneer je 's morgens het bed terug tegen het plafond plaatst om eerst de kussens en een deken te verwijderen en deze achteraan op het bed te plaatsen. 's Avonds wanneer je het bed wenst te gebruiken, laat je het bed naar beneden zakken en kan je die spulletjes er weer gaan op plaatsen. Elk bed in de hoogte, dus bij een elektrisch bed, maar ook bij het bovenste stapelbed of het bed vooraan in de alkoof, waar een gevaar kan zijn om naar beneden te vallen, zijn er steeds veiligheidsnetjes voorzien. Ook zo bij deze aan beide zijkanten. De veiligheidsnetjes zitten verborgen onder de matras en kan je bij gebruik vastmaken aan de punten die voorzien zijn aan het plafond. Dus willen je kinderen extra veiligheid of wil je zelf extra veiligheid, kan je deze veiligheidsnetjes bij elk bed in de hoogte gaan gebruiken. Het elektrisch hefbed ga je bewegen aan de hand van een sleutel, zoals in dit geval, of een drukknop. Heel eenvoudig. Soms zit de sleutel of de drukknop op het bed zelf. Soms is deze sleutel of drukknop voorzien in de kast waar de tv zich bevindt. Het werkt steeds met een pijltjesysteem. U ziet een pijltje naar beneden en een pijltje naar boven. In dit geval is het pijltje naar boven aan de rechtse kant. We bewegen dan onze sleutel naar rechts om het bed naar boven te kunnen plaatsen. Bewegen we onze sleutel naar links, zal het bed gaan zakken. Zodra u stopt met de sleutel te bewegen, zal ook het bed stoppen met naar beneden te zakken. Stel dat er net iemand wil binnenkomen, kan je op elk moment ook stoppen met het bed te laten zakken.
Het bed zakt dan tot op het laagste punt. Dat is ongeveer 2 centimeter boven onze eethoek. En dan vindt u in de motorhome een laddertje om te bevestigen aan het bed om in en uit te stappen. We gaan het bed terug opbergen, kussen en deken eraf. We bewegen onze sleutel naar rechts en het bed gaat naar boven. Van het ogenblik dat het bed stopt op zijn hoogste of zijn laagste punt, ook steeds onmiddellijk stoppen met het bedienen van de sleutel, het drukken op de pijl of het drukken op de knop van het bed. In de Nevis Integraal, Nevis 79, bevindt het tweede bed zich boven de bestuurder en de passagierszetel. Om dit bed te kunnen gebruiken is het belangrijk dat we eerst de beide voorzetels in de juiste positie brengen. Dit kan zowel gebeuren wanneer ze voorwaarts gericht zijn, maar ook wanneer ze eventueel gedraaid staan. Dus eerst de zetels plat, dan pas het bed naar beneden brengen. Om de stoelen plat te leggen, bewegen we eerst beide armleuningen naar de rugleuning toe. Dan heb je in het gangpad een draaiknop. Ook aan de buitenzijde bevindt zich een draaiknop. De ene draaiknop dient om de zetels te draaien. De andere dient om de zetel plat te leggen. We draaien deze knop naar achter toe en leggen de zetel in zijn platte positie. Let op dat je niet klaksonneert op dat ogenblik. Het bed wordt vergrendeld met een gordel. Dit is voor de veiligheid tijdens het rijden. Om het bed naar beneden te kunnen bewegen, moeten we dus eerst en vooral de gordel losmaken. Wanneer deze los is gemaakt, kunnen we gewoon rustig trekken aan het bed om deze in de laagste positie te positioneren. Voor het opbergen van het bed, eerst een zwiep naar boven toe. En niet vergeten de gordel ook weer vast te maken, zodat je veilig kan gaan rijden. Om de zetels terug recht te zetten, gebruiken we dezelfde knop aan de zijkant in het gangpad. We bewegen deze weer naar achter en duwen de rugleuning van de zetel achterwaarts. Hetzelfde doen we met de passagierszetel. Let op wanneer je deze zetel gaat draaien met de knop aan de andere kant, dat je de console tegenkomt in de bocht, dus de zetel ook hier weer eventjes vooruit en achteruit schuiven om de bocht te kunnen maken. Ook de cabine van de Nevis 79 kan je volledig verduisteren door de panelen zowel aan het voorste raam als aan de zijramen. Momenteel zijn ze gesloten, dus we gaan zorgen dat ze terug worden geopend. Aan het voorste paneel vindt u onderaan een klemsysteem. Dit gaat u nijpen en bewegen naar boven toe. Deze kan volledig worden opgeborgen tot bovenaan het raam. Aan de zijpanelen schuiven we het systeem helemaal naar voren toe. Even puzzelen. En klikken we de plastic klem op het witte plastic randje vooraan het raam. De eettafel in de zithoek vooraan is een tafel die je kan gaan verschuiven. Enerzijds vooruit, achteruit, anderzijds links en rechts. Dit is zo bij alle semi-integralen, de Souverijns, de Karat en de Cocoon, en ook bij de integraal Nevis. Bij de alkoofmodellen is dit alleen het geval bij de Glamis 23. De Glamis 22 en de Glamis 26 hebben een vaste treinzit, een vaste eethoek, waar je dus niet met de tafel aan de slag kan gaan. De tafel moet wel steeds geblokkeerd staan. Bij deze tafel hebben we een hendel die we met onze hand naar het tafelblad toe kunnen duwen. Terwijl we dit doen, kunnen we dan het tafelblad vooruit, achteruit of links en rechts gaan schuiven. Staat het blad op de locatie die we willen, laten we de hendel los en is het tafelblad geblokkeerd. Bij andere types hebben we niet deze hendel, maar hebben we een grijze plastic hendel.
Deze hendel geeft u een kwartslag om het blad te ontgrendelen. Ook dan schuift u met de tafel links-rechts voor achteruit. Staat ze op de positie die je wenst, ga je die hendel terug een kwartslag draaien naar de oorspronkelijke positie en staat ook het blad weer vast. Stel dat er meerdere hendels voorzien zijn onderaan de tafel, is het steeds alleen die ene hendel die je nodig hebt. De andere hendels zijn voor de verhuur niet van toepassing. In de Glamis 22 en de Glamis 26 werken we met één of twee transitgedeelten in de eethoek. Dit wil zeggen dat je een vaste eethoek hebt en dat je dus geen zetels vooraan kan draaien. We kunnen wel van deze tafel of deze eethoek en ook van de kleine eethoek een extra bed maken. Om dit te doen gaan we het tafelblad heffen tot het punt waarop je voelt dat je hem van de rails kan afnemen. Wanneer je op dat punt bent, klap je eerst de poot in door op de knop te duwen. En deze klikt. Dan neem je het volledige tafelblad eraf. Aan beide zijkanten van de bank van de eethoek is een lat geplaatst. Op deze lat aan beide kanten kan je dan het tafelblad neerleggen. Met de matrasstukken van de eethoek en de matrasstukken die je in de motorhome extra zal vinden, kan je dan je bed gaan vormen. Wanneer je met twee personen in dit bed zou willen slapen, is het natuurlijk belangrijk dat je dit bed iets breder kan gaan maken. Aan beide kanten van de eethoek vind je dit platform. Je klapt dit naar boven tot hij vastklikt. En dan vind je in de motorhome een lange, smalle extra matras die je hierop gaat plaatsen. Dit dient absoluut niet om op te staan, het is puur om in te slapen. Aan de onderkant voelt u twee metalen klepjes. Wanneer u deze naar u toe trekt, kan u het plateautje terug naar beneden klappen wanneer je deze niet nodig zou hebben. Let wel op, wanneer er iemand boven slaapt in de bovenslaper in de alkoof, moet eerst die persoon of personen de ladder gebruiken om erin te kruipen en dan pas kan je het bed verbreden. Anders, als je dit niet zou doen, heb je niet meer de mogelijkheid om naast de eethoek de ladder te plaatsen om in het alkoofbed te klimmen. Wanneer je zoals bij dit model, de Glamis 22, een schuifraam hebt, ook in de Souverain 460, dan kan je ook dit schuifraam vergrendelen of losmaken. Is het knopje naar beneden geduwd, is het raam vast. Wanneer je het knopje naar boven toe duwt, kan je het raam openschuiven. Ook dit raam is natuurlijk uitgerust met verduistering en muggenzift. Net als in de auto ben je tijdens het rijden in de motorhome ook verplicht om de gordel te dragen. Afhankelijk van de motorhome die je huurt, zijn er 4 tot 7 gordels voorzien. Het kan zijn dat wanneer u de motorhome komt halen, dat deze gordels verstopt zitten onder de kussens of onder de zitbank. Dan is het eventjes zoeken waar ze aanwezig zijn. Vooraan hebben we natuurlijk 2 driepuntsgordels. Achteraan zijn er ook steeds 2 driepuntsgordels. Zijn er nog meerdere gordels aanwezig, dan zijn dit altijd buikgordels. Wanneer je natuurlijk een maxi-cozy of een kinderzitje hebt, kies dan voor deze personen sowieso de 3-puntsgordel, zodat je veilig kan reizen. Bij sommige modellen kan je natuurlijk de voorzetels gaan draaien om een gezellige zithoek te maken. Ook daar bestaan weer verschillende systemen. Bij dit systeem hebben we een hendel in het gangpad aan beide zetels. Soms is er een hendel vooraan onder de zetel bevestigd, een horizontale hendel, en dan ga je deze hendel naar voor bewegen om de zetel te draaien. Bij deze hendels moet je de hendel naar het gangpad toe bewegen om de zetel te draaien. In dit geval bewegen we de hendel naar het gangpad en we geven een duwtje aan de zetel. Van het ogenblik dat de zetel beweegt, mogen we de hendel loslaten.
Wanneer je tijdens het draaien een obstakel tegenkomt, moet je natuurlijk met de klep tussen de benen de zetel een beetje vooruit gaan schuiven, zodat je de bocht verder kan nemen om dan eventueel de zetel weer een beetje achteruit te plaatsen. Je kan de zetel niet blokkeren wanneer hij gedraaid is. Voor het rijden gaan we de zetel terug in de oorspronkelijke stand zetten en we zorgen dat we de klik horen, zodat de zetel tijdens het rijden niet kan gaan draaien, zodat je niet op een kermisattractie zit wanneer je de baan op gaat. De panoramische dakkoepel in de Souverains, in de Karat en in de Cocoon is een panoramische dakkoepel voorzien. Een geweldig idee op gebied van licht. Het geeft heel veel extra lichtinval in onze motorhoom. Ook deze koepel zou je kunnen openen, maar ik vraag bij de huur om dit niet te doen. Waarom? Omdat dit een zeer windgevoelige koepel is en langs de andere kant een zeer duur exemplaar. Dus gebruik deze koepel nooit om te verluchten, maar geniet van de extra lichtinval die hij biedt. Ook deze koepel kunnen we gaan verduisteren wanneer we de motorhoom willen donker maken. Gewoon het verduisteringssysteem naar boven toe schuiven. Wanneer u gaat rijden, moet deze geopend zijn. Dus het raam moet zichtbaar zijn tijdens het rijden. Het materiaal waar deze van is gemaakt is een soort papierkarton. Wanneer u gaat rijden, komt er altijd een wind of een briesje door ons raam, waardoor het papierkarton kan worden beschadigd en deuken kan krijgen. Ik ga niet vertellen dat je wind voelt tijdens het rijden, maar het kleine beetje dat er doorkomt is natuurlijk niet goed voor ons scherm. De rode draaiknop die u nu in beeld ziet, is de hoofdschakelaar van de woonbatterij. Meestal zit ze achter de passagierszetel een beetje verborgen, vandaar dat ik nu de zetel even heb gedraaid. Wanneer je per ongeluk deze rode schakelaar zou afzetten, bijvoorbeeld met het bandje van een handtas, schakel je dus eigenlijk de woonbatterij die ervoor zorgt dat je in het woongedeelte de verlichting en de pomp kan gaan gebruiken volledig uit. Stel dat je dus het bedieningspaneel wil opzetten in je woongedeelte en er werkt niks, bel dan niet onmiddellijk naar mij, maar ga eerst eventjes controleren of je niet per ongeluk je rode knop in de off-positie hebt geplaatst. Stel dat je dit hebt gedaan en u hangt aan de stroomverbonden, ga dan eerst de stroomkabel eventjes verwijderen, zet dan de rode knop terug in de on-positie en nadien kan u de stroom gewoon terug rustig aankoppelen. En dan zijn we aangekomen in de cabine, het rijgedeelte van onze motorhome. Eerst en vooral vinden we daar het verwarmingssysteem terug. Naast verwarmen kunnen we natuurlijk ook gaan verkoelen. Wanneer u een knop heeft met een frigo-symbooltje, dan zit daar de airconditioning. Denk er wel aan, airconditioning werkt enkel en alleen tijdens het rijden. Van het ogenblik dat u geparkeerd staat, geen airconditioning meer. Boven het paneel van verwarming hebben we dan onze radio-cd-speler. In de Cocoon zit er geen cd-speler, maar heb je wel een radio met Bluetooth-aansluiting. U kan dus indien gewenst in de Cocoon 463 je gsm via Bluetooth aansluiten op je radio. De klep bovenaan is typisch Fiat, dus is niet aanwezig bij de Cocoon, maar wel in alle andere motorhomes. Het is een beetje wriemelen door het scherm dat vooraan aanwezig is, maar je zet je vinger achter het kleine klepje van het scherm en trekt dit met een redelijke kracht naar je toe. Wees vooral niet bang, want veel mensen denken dat ze dit stuk trekken. Je moet er echt wel wat kracht achter zetten. Hier kan je dan de papieren, je routebeschrijving of de bonnetjes van de peage achtersteken. Zet je het slot aan de zijkant los, kan je zelfs de smartphone, de tablet of je GPS hier tussen klemmen als houder. Wanneer je natuurlijk je smartphone of gsm of GPS gebruikt, moet je deze ook kunnen opladen. Daarvoor is in de cabine een USB en een 12 volt aansluiting voorzien. Ook deze werken alleen tijdens het rijden, niet wanneer je geparkeerd staat. Niet vergeten, één toestel per laadpunt.
Om ons paneel terug op te bergen, klappen we deze gewoon terug naar beneden toe. De handrem van de motorhome staat links naast de bestuurderszetel. Een authentieke naar boventrek handrem. Maak hier zeker goed gebruik van wanneer je op de schuine blokken staat, zodat je niet terug naar beneden bolt van deze blokken. Aan het stuurhendel links onderaan aan je linkse hand is de cruise control. Wenst u dus graag op cruise control te rijden, is dat in al onze mobilhomes mogelijk. Bij sommige types zal de cruise control zelfs voorzien zijn in het stuur om deze te gaan bedienen. Aan de deur van de chauffeur heeft u dan ook de bedieningsknop om je zijspiegels elektrisch gaan af te stellen. Zoals reeds gezegd, ook als je wisselt van chauffeur, neem heel even de tijd om je zijspiegels goed af te stellen. Je kiest met de knop welke spiegel je wil afstellen en speelt met de joystick om deze in de juiste stand te gaan brengen. Dan hebben we het scherm van onze achteruitrijcamera. Bij McLewis is dit een apart scherm. Bij de Cocoon zal dit scherm geïntegreerd zijn in de achteruitrijspiegel die je toch voor niks nodig hebt. De achteruitrijcamera op het scherm of op uw spiegel gaat automatisch in actie schieten van het ogenblik dat u de motorhome handmatig of in automaat op achteruit gaat zetten. Daar hoeft u dus zelf niets voor te doen. Voor de privacy in de motorhome kan je ook de cabineramen gaan verduisteren. In dit geval heb je voor het voorste raam een paneel dat je naar boven toe trekt. Wanneer de achteruitrijcamera in de weg zou staan, kan je deze met een schroefje achteraan een beetje gaan verdraaien. Dit paneel kan je dan helemaal naar boven toe bewegen om het raam te gaan verduisteren. De verduistering van onze zijdeuren, de ramen van de passagier en de bestuurdersdeur, toon ik eventjes met een open deur. Je neemt het paneeltje vast en maakt de verduistering los door deze naar achter toe te schuiven. Je maakt hem klein en dan maak je hem groot en dan kleef je de magneet tegen het witte onderdeel van de deur. Je maakt hem los, je maakt hem klein, je beweegt hem naar beneden toe en je schuift hem terug in de voorziene opening, zodat hij tijdens het rijden niet kan loskomen. Hier zien we het systeem voor de garagedeuren, het slotensysteem bij onze Cocoon 463. Ook hier hebben we natuurlijk de woonsleutel nodig, want de garagedeuren horen bij het woongedeelte van de motorhome. Dus we nemen onze woonsleutel om de sloten te openen. Eerst en vooral maken we de beide sloten los met onze woonsleutel. Na het losmaken kunnen we dan beide sloten openen en rustig trekken aan de deur om onze garage te openen. Om de toiletdeur of de deur van de toiletcassette bij de Cocoon 463 los te maken, gebruiken we ook hier weer de woonsleutel. We maken het slotje eerst en vooral los en na het losmaken gaan we nijpen om de deur te openen. En dan gaan we nu op ontdekkingstocht binnenin onze Cocoon 463. Boven de deur van het woongedeelte vind je het bedieningspaneel. Met ons bedieningspaneel kunnen we het stroomgedeelte van de batterij van het woongedeelte gaan gebruiken. Eerst en vooral hebben we linksbovenaan de powerknop. Naast de powerknop vindt u een 12 volt symbooltje. Wanneer we deze induwen, zal ook alles wat via de batterij werkt kunnen functioneren. Deze twee knoppen, zowel de powerknop als de 12 volt schakelaar, moeten aanstaan wanneer je in het woongedeelte iets wenst te gebruiken. Ook wanneer je het Truma-paneel wenst te gebruiken voor verwarming en warm water, moeten deze twee schakelaars aanstaan. Dit is een beetje anders dan bij de motorhomes van het merk McLewis. Naast onze twee stroomknoppen vinden we de afbeelding van een kraantje.
Wanneer we de kraan gaan inschakelen, kunnen we alles gebruiken waar stromend water aan te pas komt. De lavabo's, de douche en heel belangrijk ook het doorspoelen van het toilet. Dus voor je naar het toilet gaat, check eventjes dat je kraan op je bedieningspaneel is geactiveerd. Wanneer we deze aanzetten, zal het lampje gaan branden. De volgende knop die we zien is een knop met een lampje op. Dit lampje is de buitenverlichting, de LED-strook aan de buitenzijde boven de deur. Vergeet niet, wanneer u de buitenverlichting heeft gebruikt en u deze niet nodig heeft, om deze natuurlijk ook uit te schakelen. Links of links onderaan en op de onderste rij bevinden zich de controlefuncties. Eerst en vooral ziet u een symbooltje van een batterij met een mobiloompje in. Hier kunnen we de stand van zaken van de batterij van het woongedeelte gaan opvolgen. Duwen we op deze knop, wordt dus de stand van zaken van de woonbatterij aangegeven en op dit moment is deze volledig opgeladen. Naast de batterij van het woongedeelte vinden we een afbeelding van een batterij met een voertuig in. Daar kunnen we de stand van zaken van de batterij van het rijgedeelte van de Ford gaan controleren. Als we hierop duwen, wordt de batterij van het rijgedeelte aangegeven en deze is zo goed als geladen. Het volgende symbool is een afbeelding van een watertank. In dit geval een watertank die onderaan gesloten is. Dit is uw proper watertank. Wanneer we deze induwen, krijgen we de stand van zaken van de proper watertank en ook deze is momenteel helemaal gevuld. Zorg ervoor dat het proper water nooit volledig leeg gaat. Stel dat uw watertank leeg zou zijn en je zou de kraan opzetten, kan de pomp gaan stuk draaien. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. U ziet dat er geen symbool is voor het vuile water te controleren. Maar dit symbool is wel aanwezig op het bedieningspaneeltje zelf. Wanneer de vuilwatertank bijna vol zou zijn, gaat uw motorroom u een signaal geven om te vertellen dat deze dringend moet worden geledigd. Maar de gouden tip op gebied van vuil water, als je op een locatie vertrekt en je hebt de mogelijkheid om het vuile water te lozen, zorg dat je er vanaf bent. Vuil water is extra gewicht wat je meezult, waar je absoluut niks mee bent en als het er lang in zit en het is heel warm weer, dan zou het wel eens kunnen gaan ruiken via de putjes in de lavabo's. Vuil water dus, gaat hij zelf vertellen. De laatste knop die je vindt op het paneel is een knop met een zonnetje op. Deze knop heeft u niet nodig. Dit gaat puur om de lichtintensiteit van het schermpje zelf. Jullie zien hier ook een lampje branden naast het stopcontactje. Dit wil zeggen dat we de stroomkabel hebben aangesloten en dat de stroom correct binnenkomt in de motorhome. De Cocoon 463 is natuurlijk ook uitgerust met een frigo- en diepvriescombinatie. Zoals ik reeds had vermeld, heeft de frigo-diepvries drie manieren om te kunnen functioneren. U parkeert ergens, u draait de gasfles open, dan gaat de frigo werken op gas. Heeft u de mogelijkheid om de frigo aan te sluiten op het stroomnet, kan u nadien rustig de stroomkabel aansluiten en de frigo gaat automatisch overschakelen op 220 op de stroom. Wanneer u gaat rijden, heeft u de stroom afgekoppeld en vlak voor vertrek draait u de gaskraan dicht. U start de motor en de frigo gaat automatisch overschakelen op de motor. In deze frigo hebben we bovenaan het diepvriesgedeelte. De schuif onderaan is een extra frigoschuif waar je bijvoorbeeld flessen kan plaatsen. Om de frigo te openen, beweeg je de hendel richting het houtwerk en terwijl deze naar die zijkant staat, kan je rustig trekken om de frigodeur te openen. Om het diepvriesvak te openen, beweegt u de klep naar u toe. Voor de schuif te openen, bewegen we het slotje naar boven toe om de schuif te openen. Om te sluiten, duwen we gewoon het slot erin. Let wel op, als u net een slot heeft geopend, trekt de frigo vacuüm. Dit wil zeggen dat je even moet wachten vooraleer je de frigo terug kan openmaken. Wanneer we de frigo voor de eerste keer gaan gebruiken, moeten we deze inschakelen met de powerknop.
De frigo is onafhankelijk van uw bedieningspaneel boven de deur. Dus ook wanneer het bedieningspaneel is uitgeschakeld, wanneer de power van je bedieningspaneel uitstaat boven de deur, kan de frigo rustig verder werken. We duwen op onze powerknop tot de lampjes oplichten en laten dan de power los. Dan zien we dat momenteel de A is opgelicht. De A is de A van automaat. Dit wil zeggen dat de frigo zelf zal omschakelen tussen de mogelijke bronnen om te kunnen werken. Momenteel hangen we aan de stroom, dus onze frigo beseft dat hij nu op stroom kan werken. Vandaar dat we het stopcontactje zagen. Wanneer de frigo zelf omschakelt, ga je of het stopcontactje zien of een batterijblokje wanneer je op de motor werkt, of een gasbubbeltje wanneer je alleen maar gas hebt wanneer je geparkeerd staat. Maar hij wisselt zelf. Stel dat u geen nieuwe bron hebt gegeven, u bent gestopt en u bent vergeten de gasfles open te draaien en er is geen stroom, dan zal uw paneel beginnen knipperen en zal er in de powerknop een rood lampje flikkeren. Dit wil zeggen dat er een probleem is en dat je zo snel mogelijk een bron moet aanbieden aan de frigo om te kunnen functioneren. Heeft u te lang gewacht en vindt hij de bron ook dan niet terug, zet je even met de hoofdschakelaar de frigo volledig af, je telt tot 5, je zet hem terug aan, je checkt dat de A van automaat er weer staat en je bent terug vertrokken. Om de temperatuur van de frigo in te schakelen, of te wijzigen, duwen we eerst en vooral op de middenste knop. Wanneer hij aanstaat. We duwen op de middenste knop met het vierkantje en dan knippert eerst het gedeelte van de bron. We willen natuurlijk dat hij op automaat blijft staan, dus we bevestigen dit door op het vierkantje te duwen. Dan knippert de blokjes van de temperatuur. Nu kunnen we met onze pijltoetsen gaan instellen hoe fel de frigo moet gaan werken. Bij een eerste opstart zet de frigo zeker helemaal open. Wanneer het buiten heel warm weer is, is het aan te raden om iets minder blokjes te nemen wanneer de frigo goed koud is. Wanneer de zon op de buitenzijde van de frigo schijnt en u vraagt binnen heel veel van de frigo om te werken, kan het contrast te groot zijn, waardoor de werking iets minder goed is. Dus bij heel warm weer de temperatuur een klein beetje lager zetten. Wanneer we onze temperatuur hebben gewijzigd, moeten we ook dat eventjes via het vierkantje gaan bevestigen door kort op ons vierkantje te duwen. Nu staat onze frigo ingesteld op automaat, hij werkt op stroom en staat een beetje minder fel. Wanneer je de frigo gerust laat, valt het paneeltje uit en brandt er een groen of een blauw lampje. Wij hadden nu blauwe verlichting, in sommige andere cocoons zal dit groene verlichting zijn, maar de werking is exact hetzelfde. De werking van de verduistering en het muggenzift van de cocoon is dus heel eenvoudig. Naar beneden trekken om het muggenzift te gebruiken. Naar boven bewegen. Naar boven bewegen om de verduistering te sluiten. Je kan dus zelfs, indien gewenst, half-half combineren. En dan zitten we ondertussen in het cabinegedeelte van de Cocoon 463. In het middengedeelte van onze console vinden we eerst en vooral het besturingssysteem voor de verwarming en de airconditioning. Deze twee knoppen voor de verwarming, de AC-knop om de airconditioning te gebruiken. Vergeet niet, de airconditioning werkt alleen tijdens het rijden, niet wanneer u geparkeerd staat. Daarboven bevindt zich het systeem van de radio. CD-speler is bij de Cocoon niet aanwezig, maar er is wel een mogelijkheid voor Bluetooth-connectie. Je kan dus je gsm-toestel of smartphone aansluiten op de radio om muziek af te spelen via je gsm of tablet eventueel. Boven deze console bevindt zich een paneeltje wat je kan uittrekken voor het plaatsen van je gps-toestel. Hier onderaan bevindt zich een 12 volt en een USB aansluiting. Denk eraan één toestel per laadpunt. Ook boven het stuur in het dashboard bevindt zich een extra 12 volt laadpunt. Aan ons stuur zelf vinden we dan onze cruise control. De cruise control valt te bedienen
vanuit je stuur. Ben je niet gewoon om met cruise control te rijden, ga dit dan ook niet voor de eerste keer uitproberen. Dan hebben we natuurlijk onze automatische versnellingsbak. Met de P van parking, voor wanneer u stilstaat, de R voor achteruit, de N van neutraal, wat je in principe eigenlijk nooit gebruikt, de D van drive en dan gaat u ook nog de M zien van manueel. U heeft dus de mogelijkheid, wanneer u bijvoorbeeld in de bergen rijdt, om zelf te beslissen wanneer de wagen schakelt door hem in manueel te zetten en het knopje aan de zijkant van de versnellingspook te gebruiken om te schakelen. Links naast de bestuurderszetel vinden we dan de handrem. Deze zullen we dadelijk eventjes specifiek toelichten, want het is een klein beetje speciaal. De laadpunten, ben ik nog vergeten te vermelden, kan je wel alleen gebruiken tijdens het rijden, dus niet wanneer je geparkeerd staat. De achteruitrijcamera bevindt zich op de achteruitrijspiegel. De spiegel zelf heeft toch geen functie, want je hebt geen raam achteraan, vandaar dat deze hier geplaatst is. De achteruitrijcamera zal zelf in actie schieten op het ogenblik wanneer je de motorhome in achteruit zet. Hier hoeft u dus eigenlijk niets aan te doen. Wanneer u deze natuurlijk met de powerknop heeft uitgeschakeld, moet je hem wel terug inschakelen wanneer je hem wenst te gebruiken. Ook de cabine kan volledig worden verduisterd wanneer je dit zou wensen. Zowel naar privacy toe of om de warmte buiten te houden uit je motorhome. Het systeem bevindt zich zowel op de twee zijdeuren als op je voorste raam. Op het voorste raam gaat u links en rechts een paneel vinden dat je naar elkaar toe beweegt en met een magneet zal worden gesloten. Maar het systeem is hetzelfde als op dit zijraam, dus ik leg het u hier even uit. Het systeem zit door twee pinnetjes geblokkeerd in de plastic. Dit moeten we dus eerst ontgrendelen. We nijpen om het systeem los te maken en we halen het eruit. Nadien best werken met twee handen, want het is een beetje fragiel. We bewegen het hele systeem naar voren toe tot we aan de magneet zijn gekomen en ons raam is verduisterd. Exact hetzelfde systeem voor de voorste raam en ook voor de andere bestuurdersdeur. We gaan hem terug losmaken, we begeleiden hem, we zorgen dat de vorm meegaat tot hij terug voor het vergrendelgedeelte komt. We nijpen, plaatsen hem ertussen en laten los. Nadien kan je hem nog netjes op zijn plaats duwen. Wanneer we de cocoon willen tanken met diesel, moet de bestuurdersdeur geopend zijn. Wanneer deze geopend is, kan je pas het klepje van de diesel openmaken. U heeft geen sleutel nodig om de tank in de aansluiting te steken. Vergeet niet na het tanken eerst deze klep te sluiten, vooraleer u eventueel de deur sluit om uw betaling in orde te gaan brengen. De handrem van de cocoon is een beetje speciaal. Deze is altijd naar beneden gepositioneerd. Om de handrem op te zetten, beweegt u de handrem helemaal naar boven tot u de klik hoort en u laat hem gewoon terug naar beneden komen. Dan staat de handrem aan. Om de handrem af te zetten, beweegt u evenzeer de hendel helemaal naar boven toe, maar terwijl u naar beneden komt, duwt u op de knop en laat gelijktijdig de hendel terugzakken. Dan is de handrem afgezet. Zo, jullie hebben nu de hele uitleg gekregen over het gebruik van de motorhome die jullie bij ons huren. Hebben jullie vragen tijdens de reis of voor jullie reis na het bekijken van deze film, dan kan u natuurlijk steeds contact met ons opnemen. Dat is mogelijk ofwel telefonisch ofwel via mail. Ik wens jullie alvast een zeer fijn motorhome avontuur en klink samen met jullie op een geslaagde reis.